Goedemorgen allemaal. Ik zie al heel wat mensen binnenstromen. Mensen die LVV, de webinars kennen van LVV en Wildgroei. Voilà, ik zie Nathalie op dit moment nog binnenkomen. Ik zie ook Doreen binnenkomen. Welkom allemaal. Buiten giert corona rond, dus wij zitten veilig thuis allemaal. Veilig beschermde omgeving thuis voor dit webinar. Leuk dat jullie alweer de weg vonden. We hebben vandaag het webinar rond diffuus grootcellig B-cel lymfoom. En je ziet 6 mensen. Ikzelf ben Jan van Parijs, de moderator. U ziet nog een andere Jan van Parijs. De Jan van Parijs met het witte hemd, dat is eigenlijk Willy Schepers. Willy is de verantwoordelijke van Wildgroei. Straks gaan we Willy even aan het woord laten, want hij organiseert ook dit event mee. En u ziet ook de andere Jan van Parijs in het donkere hemd, dat is dokter Maartens. Dokter Maartens gaat straks, is hematoloog in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Hij gaat straks in het tweede deel om 11 uur gaat hij een presentatie geven. En dan zie je ook dokter Snauwaard al. Dag dokter, goedemorgen. Jij bent degene die straks het eerste presentatie zal geven. Je bent hematologe in AZ in Brugge. En dan hebben we nog 2 mensen, Stefanie en Elke. En Stefanie, jouw taak zal zijn om vandaag de vragen die binnenkomen, de Q&A, allemaal een beetje te selecteren. En Elke Stinische, die zie je ook zitten. Elke is de, heb ik het juist, de voorzitter van de patiëntenvereniging LVV? Dat klopt. Ja. Dat klopt, Jan. Ja. Ja. Voilà, we hebben een boeiend programma en we weten uit het verleden dat deze webinars heel sterk geapprecieerd worden. En vandaag zal dat niet anders zijn. Het voordeel van via het internet te werken is dat we zo interactief mogelijk kunnen zijn. En ik vermoed dat ondertussen na 1,5 jaar corona dat jullie wel weten hoe je moet chatten en hoe je moet vragen stellen. Op dit platform is dat rechts beneden zie je een vakje en daaronder kan je je vragen stellen. Vergeet zeker niet op verzenden te drukken. En dan komt dat bij Stefanie terecht. En Stefanie zal die dan doorsturen, ofwel naar dokter Snauwaard, ofwel naar dokter Maartens. Hoe meer vragen, hoe beter. En wacht zeker niet tot op het einde van dit webinar om je vragen te stellen. Als er iets in je hoofd opkomt, ga naar rechts beneden en stuur de vragen maar door naar Stefanie. Goed. Laat ons eens naar Limburg gaan. Op dit moment zit ik in Hoegaarden, veilig thuis bij me, thuis hier, ver van de corona. Maar we gaan naar Limburg, denk ik, want daar is waar jij woont, hè, Willy? Inderdaad, ik woon in Lummen en als ik eventjes buiten kijk, dan zie ik het hier, dat prachtig weer is. Dus ik vind het ongelooflijk dat vandaag meer dan 100 mensen deelnemen aan dit webinar, ondanks het mooie weer buiten. Dus dat is een teken dat eigenlijk het webinar toch wel heel veel succes heeft. Ik ben zelf voorzitter van Wildgroei. Ik heb vroeger leukemie gehad en dan zul je misschien denken, wat doet die man hier? Maar Wildgroei is een vereniging voor mensen met ernstige hematologische problemen. En als ik het ernstige zeg, dan bedoel ik daar vooral bij mensen die lijden aan de vorm van kanker. Wij hebben vooral mensen met kaler, non-Hodgkin, Hodgkin, leukemie, alle diverse soorten hematologieën bij ons in onze vereniging. Wij zijn ongeveer met een 60 tot 80-tal mensen, dat varieert een beetje van jaar tot jaar. En de meeste zaken doen wij nog altijd fysisch, omdat de leden bij ons een redelijke leeftijd hebben. Wij hebben gewoonlijk tussen de 30 en de 40 mensen op elke bijeenkomst. En wij zijn ook in het coronajaar toch wel actief geweest. We hebben een aantal activiteiten buiten gedaan, zodanig dat mensen zich toch niet volledig geïsoleerd voelen. Wij zijn enorm dankbaar aan LVV, want als kleine vereniging hebben wij niet de mogelijkheid om zo'n degelijke webinar met zo'n goede leider, als ik het zo mag zeggen, Jan, te organiseren. En elke keer vraagt Elke of wij willen meedoen. En dat doen wij uiteraard met heel veel plezier. Wij voelen ons ook ontzettend dankbaar naar Elke en Stefanie, die eigenlijk alle lauweren verdienen, want die vooral het werk op zich nemen van de voorbereiding van deze webinar. Dat is hetgeen wat ik wilde zeggen. Wij bestaan 30 jaar. We gaan dat dit jaar ook een beetje in de bloemetjes zetten. Wij hebben wat activiteiten. Als jullie Wildgroei intikken, Wildgroei VZW, dan komen jullie op onze website terecht en dan kunnen jullie zien. We hebben eerst de vergadering gehad en ik denk dat een van de volgende dagen verschijnt onze agenda op de website. Dat is het. Ik wil ook de 2 dokters van harte danken, dokter Maartens en dokter Snauwaard. Hartelijk dank dat jullie deze presentatie willen doen, want voor jullie is het ook zaterdag. En dank je wel, Jan, dat ik eventjes mocht inleiden.
Met veel plezier, Willy. En van Limburg gaan we... Is het het Gentse waar je woont, Elke? Ja, het Gentse, maar ja, ik heb een beetje een gelijkaardig accent als Willy, maar ik ben een beetje een kleine 200 kilometer opgeschoven naar Gent. Maar in hart en nieren toch nog een beetje Limburgse ook. Ah ja, oké. Elke, je had een aantal slides voorbereid. Klopt, ik ga die nu even naar voren tonen. Het woord is aan jou, Elke. Ja, dankjewel, Jan. Dit is eigenlijk onze vijfde gezamenlijke webinar tussen de LVV en Wildgroei. Dus ik wil ook Willy en de rest van zijn team van Wildgroei eventjes bedanken om toch ook altijd mee te doen. Ik ben zelf voorzitter van LVV, dat is de Lymfklierkankervereniging Vlaanderen. En ik begin altijd eens om ons team voor te stellen. En normaal zeg ik ons volledig team. Maar sinds deze week hebben we eigenlijk een nieuwe vrijwilliger. En dat is Hilke. En Hilke gaat zich voor ons vanaf volgend jaar een beetje toespitsen op cutane lymfomen. Dus wij hopen eigenlijk volgend jaar ook patiënten met een huidlymfoom meer en meer te kunnen ondersteunen. Dus dat wou ik jullie ook nog wel graag meegeven. Wat doet LVV? Voor wie zijn we er? We zijn er eigenlijk voor patiënten met een Hodgkin lymfoom, met een non-Hodgkin lymfoom. En de webinar vandaag gaat daar over de twee meest voorkomende non-Hodgkin lymfomen gaan. Ook voor patiënten met chronische lymfatische leukemie en de ziekte van Wallenström. En zeker ook belangrijk, want dat is zeker een groep van mensen die wij niet willen vergeten. En dat zijn ook familie en naasten. Omdat een ziekte natuurlijk niet alleen de patiënt treft, maar ook eigenlijk de omgeving. Wat bieden wij allemaal? Wij bieden lotgenotencontact. Wij hebben sinds een tweetal weken meer dan 300 leden in onze besloten Facebookgroep. Dus mensen die nood hebben aan contact, het gevoel hebben van erkenning van dat je er niet alleen voor staat of dat jij niet alleen een bepaald type lymfoom hebt. Dan is dat echt wel een beetje de place to be om toch met anderen ook wat ervaring uit te wisselen. Kan altijd ook een gevoel van geruststelling geven. Wij doen ook heel wat ontspannings activiteiten in niet-coronatijden. Dit jaar zijn we helaas alleen maar naar de Zoo van Plankendaal kunnen gaan, maar we hopen misschien volgend jaar in de tweede helft van 2022 opnieuw fysiek samen te komen. We hebben ook heel wat online lotgenotencontacten gedaan dit jaar. En naast het lotgenotencontact vinden wij het ook belangrijk om onze patiënten, onze leden te informeren. Wij doen dat via een digitale nieuwsbrief die 3 keer per jaar verschijnt. We hebben ook een website en op die website vind je heel wat informatie. Dus van de meest voorkomende lymfomen ga je daar informatie over je eigen lymfoom terugvinden, maar ook over behandelingen en ook over nazorg. We leggen ook heel wat linken naar websites van Kom op tegen kanker en Stichting tegen kanker. Dus heel interessant ook. Webinars doen wij ook. Dit is de 4e van dit jaar. En dan in niet-covid-tijden ook een symposium jaarlijks. We hopen nog altijd dat dat in 2022 het geval kan zijn. Dus we richten ons op september 2022 om een nieuw symposium te doen, zodat we toch eens fysiek kunnen samenkomen. Ook belangrijk is dat wij ook brochures opsturen naar onze leden. We hebben heel wat brochures over lymfeklierkanker. Ik heb er hier nu 2 in de slide staan, omdat de webinar ook gaat over diffuus grootcellig B-cel lymfoom en folliculair lymfoom. Dus patiënten die in België wonen, die kunnen onze mailtjes sturen en wij sturen die brochures gratis naar jullie op. Wij merken ook meer en meer aanvragen van verpleegkundigen uit de ziekenhuizen. En we zijn er ook altijd voorstander van dat ziekenhuizen die rechtstreeks aan een patiënt te geven. Dus mocht je een verpleegkundige zijn en je zou die graag ook geven aan patiënten, je mag ons altijd een mailtje sturen en dan kunnen wij er ook voor zorgen dat die brochures bij jullie toekomen. Ja, en dan wil ik uiteraard, dat is het belangrijkste van de webinar, hè, onze hematologen bedanken. Dr. Snauwaert, die zelfs iets meer gaat toelichten over diffuus grootcellig B-cel lymfoom. En dokter Maartens gaat het na de pauze hebben over folliculair lymfoom. Dit zijn onze sociale mediakanalen. We hebben, zoals je ziet, LinkedIn-pagina, Twitter, Facebook, Instagram en ook een YouTube-kanaal. En dat is belangrijk, omdat deze webinar binnen 1 of 2 weken ook te herbekijken valt. Dus het YouTube-kanaal van LVV
Daar kan je altijd naartoe gaan. Daar gaan al onze webinars op staan, ook degene die we in het verleden gedaan hebben. En deze mag je daar dus ook verwachten. Dus mocht je niet alles kunnen zien, niet getreurd. Je kan het dan later op een ander moment ook nog eens bekijken. En de sponsor is ook altijd heel belangrijk, want anders zouden we hier vandaag ook geen webinar georganiseerd kunnen hebben. Dus mijn dank gaat ook uit naar onze sponsors, die eigenlijk ons al jaren steunen. Niet alleen voor de webinars, maar ook onze werking. Zij zorgen er ook voor dat we genoeg budget hebben om de brochures op te sturen. Zij zorgen er ook voor dat onze patiënten ook kunnen participeren in adviesraden en ook zo hun eigen ervaringen over hun ziekte en hun behandelingen kunnen meegeven. Wat wij toch ook wel belangrijk vinden, omdat farmabedrijven daar dan ook weer mee aan de slag kunnen gaan, om ook te kijken of dat hun geneesmiddelen niet verbeterd kunnen worden, of om te kijken als zij nieuwe projecten organiseren, of dat onze patiënten daar ook wel baat bij hebben. Dus dank je wel aan de sponsors. En ik denk dat ik ongeveer al aan mijn laatste slides ga zijn. Dat klopt, Jan. Dus ik ga het woord terug aan jou geven. Ja, laat ons voor we naar Oostende gaan. Niet Oostende, maar naar Brugge, naar West-Vlaanderen, naar dokter Snouwaard. Laat ons eerst even langsgaan bij dokter Maartens. Dokter Maartens heeft in het tweede deel een presentatie. Dokter Vincent Maartens werkt als oncoloog en hematoloog in het Imelda ziekenhuis in Bonheide, een van de mooist gesitueerde ziekenhuizen. Je moet nog bijna door een bos wandelen om er aan te komen. Dokter, misschien heel kort, waarover ga jij het zo dadelijk hebben? Ja, dat klopt inderdaad, dat Imelda ziekenhuis in een bosrijke omgeving ligt. Maar ik werk ook als consulent in Mechelen in een volledig nieuw ziekenhuis. In het grote ziekenhuis daar langs de grote baan. Dichtbij de E19 inderdaad. Ja, inderdaad, ja. En ik ga het straks hebben over het folliculair lymfoom, het ontstaan van het folliculair lymfoom, de behandelingen dat we daarvoor ter beschikking hebben en ook bij herval wat we kunnen gaan doen. Maar dat is voor... Ja. Inderdaad. Ja. Goed. Dat is voor na de pauze. Laat ons eerst naar dokter Snouwaard gaan. En ondertussen zijn de eerste vragen binnengekomen. Dokter Maartens en dokter Snouwaard, hou je al vast klaar. Want zo dadelijk komt er een vraag over CAR-T die we aan jullie willen voorschotelen. Dokter Snouwaard, u bent hematologe aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zal waarschijnlijk ook corona wel om zich heen gieren. De zorg staat helemaal onder druk. En dus kunnen wij nu aan u vragen, gaat het nog, dokter? Nu wel terug. Vorige week iets minder. Maar we zijn er terug voor jullie. Dus. Ja. En ik ben blij dat ik vandaag hier kon zijn voor deze ontmoeting. Weliswaar virtueel en veilig van op afstand voor iedereen. Ja, ik ga je slides naar voren brengen, dokter. En voilà, dat zou het moeten zijn. Dokter, het woord is aan jou. Goed. Ik heb juist één vraagje. Zien jullie mijn cursor of mijn muis bewegen? Of heeft dat helemaal geen zin als ik dingen aanduid? Oké, dan ga ik geen dingen aanduiden. Nee. Goed, prima. Dus eerst en vooral bedankt dus voor de uitnodiging om op deze zaterdag in november iets te vertellen over diffuus grootcellig B-cellymfoom. De eerste slide bevat eigenlijk een tekening die professor Tessa Kerre voor mij heeft gemaakt op het moment dat ik mijn doctoraat heb gedaan bij haar over immunotherapie en over CAR-T-cells. En ik vind het nog altijd een heel mooie tekening die ze toen gemaakt heeft. Die hangt nog altijd uit in mijn bureau. En ik wou die dan ook met jullie delen, omdat immunotherapie natuurlijk een van mijn passies is sinds mijn doctoraat en nog altijd heel actueel is, denk ik. Vandaag zou ik over diffuus grootcellig B-cel lymfoom met jullie spreken. Het doel is een beetje van mijn presentatie om wat in te leiden. Eerst en vooral, wat is een diffuus grootcellig B-cel lymfoom? Hoe verhoudt zich dat tussen non-Hodgkin, Hodgkin? En dan in tweede instantie zou ik graag met jullie iets vertellen over hoe we dat eigenlijk kunnen behandelen op dit moment. Zowel in de eerste lijn, zoals we dat noemen, dus de eerste aanpak van de behandeling, als zijnde bij een herval en wat eigenlijk ook de mogelijkheden zijn voor de toekomst. En ik heb geprobeerd om weinig tekst, maar veel prentjes te gebruiken en daarbij eigenlijk ook een heel groot stuk een beetje toekomstverhaal te schetsen van wat er allemaal aankomt de komende jaren. Want er zijn toch wel heel veel belovende zaken die in de pipeline zitten.
Dus eerst en vooral, het is zo dat we vandaag het zullen hebben over non-Hodgkin-lymfomen. Dit in tegenstelling tot de ziekte van Hodgkin of een Hodgkin-lymfoom, waar we het vandaag helemaal niet zullen over hebben. Maar non-Hodgkin-lymfomen, dat is geen ziekte op zich. Dat is eigenlijk een verzameling. Er zijn meer dan 60 soorten non-Hodgkin-lymfomen. En diffuus grootcellig B-cel-lymfoom is daar één van. Nu, die non-Hodgkin-lymfomen kun je eigenlijk op heel veel verschillende manieren gaan indelen. Er zijn eigenlijk twee grote indelingen die ik kort eventjes met jullie wou bespreken, omdat dat ook denk ik belangrijk is om dan ook de slides van mijn collega eigenlijk wat in te leiden nadien, als we het hebben over folliculair lymfoom. Dus het is zo dat ons immuunsysteem, zoals dat je ziet hier aan de rechterkant van de slide, bestaat uit twee grote groepen soldaten. De paarse soldaten, die eigenlijk onze frontlinie-soldaten zijn, ons aangeboren immuunsysteem. En anderzijds heb je eigenlijk de oranje groep. Dat zijn eigenlijk onze elite troepen, dat zijn de lymfocyten. Die eigenlijk nu, heden ten dagen, heel belangrijk zijn. Want dat zijn natuurlijk ook de cellen die ons helpen verdedigen tegen virale infecties en virusinfecties, zoals infecties met corona. Maar als daar iets fout loopt binnen die cellen, binnen die lymfocyten, dan kan dus een lymfoom ontstaan of een lymfeklierkanker. En een beetje afhankelijk van in welk type cel iets fout loopt, hebben we een ander type lymfoom. Dus een beetje kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat bij de B-cel lymfomen, het gaat over een probleem bij de B-cellen. Bij de T-cel lymfomen of de natural killer cell lymfomen, dat is een andere groep lymfomen waar we het vandaag niet zullen over hebben, die ook minder frequent voorkomend is, gaat eigenlijk het probleem ontstaan bij de T-lymfocyten. En wat is heel belangrijk om te onthouden, als je kijkt linksonder op de slide, dan zie je eigenlijk dat B-cellen eigenlijk een belangrijke antenne op het oppervlak bevatten, die een T-cel of een natural killer cell globaal niet heeft. En dat is eigenlijk een molecule die we CD20 noemen. En dat is eigenlijk heel belangrijk, omdat dat een belangrijk doel is in de doelgerichte behandeling of immunotherapie bij lymfomen. Dus een diffuus grootcellig B-cellymfoom hoort tot die groep van de B-cellymfomen en heeft dat antennetje op het oppervlak. En als we dan verder kijken, als we de non-Hodgkin-lymfomen op een andere manier gaan indelen, dan zie je eigenlijk dat we ook op een andere manier die kunnen indelen, namelijk we kunnen die indelen tussen agressief en indolent. Als je kijkt hier aan de linkerkant, het is zeker niet de bedoeling dat je dat kunt lezen. Het lijkt een beetje op een menukaart van een Chinese restaurant, maar alleszins, daar staan dus alle types lymfomen helemaal in detail beschreven. Maar globaal gezien, bij de non-Hodgkin lymfomen kun je die eigenlijk gaan onderdelen in agressief of niet-agressief, traaggroeiend, en dat noemen we dan met een moeilijk woord indolent. Ik zal het vandaag hebben over een diffuus grootcellig B-cel lymfoom. Dat is een vorm van een agressief lymfoom, dat betekent een agressief lymfoom geeft vrij snel veel symptomen, moet dus ook vrij snel behandeld worden, maar heeft ook een goede kans om dat dan ook definitief te kunnen genezen. Daarentegen, indolente lymfomen, daar zal ik nog niet te veel over uitweiden, maar dat is een ander traaggroeiend type van lymfomen, daar gaan we het straks over hebben bij dokter Maartens, en daar hoort inderdaad het folliculair lymfoom toe. Dus wat zijn de meest voorkomende non-Hodgkin-lymfomen? Wel, zoals je het eigenlijk hier al ziet, in de blauwe rechthoek, zie je eigenlijk dat diffuus grootcellig B-cel-lymfoom eigenlijk een heel frequent voorkomend lymfoom is. Dan bedoel ik ongeveer 6 op 100.000 gevallen. Maar dat betekent eigenlijk ook dat het wel relevant is, omdat het binnen de groep van lymfomen de meest voorkomende agressieve vorm is. En vandaar dat we het daar vandaag ook zullen over hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat die andere soorten minder belangrijk zijn, maar het is een beetje te moeilijk om dat vandaag allemaal natuurlijk te gaan bespreken. Dit is een hele moeilijke slide, maar ik ga proberen om het kort met jullie eventjes door te nemen. Als je begint links bij het figuurtje van de mens, dan zie je eigenlijk daar overal blauwe bolletjes. Dat zijn eigenlijk de lymfeknopen. En die lymfeknopen die zitten eigenlijk een beetje overal verspreid. Er zitten ook op andere plaatsen, wat we dan noemen lymfoïd weefsel. Denk aan de mild, denk aan de amandelen en dergelijke meer. En dat zijn eigenlijk de plaatsen waar inderdaad die lymfocyten zitten in ons lichaam. Als je dan kijkt in detail, zo'n blauw knoopje, als je dat uitvergroot ziet, dan zie je inderdaad dat daar heel veel verschillende bolletjes in zitten. En die bolletjes noemen we de follicles. En dat is eigenlijk de plaats waar eigenlijk die
lymfocyten, de B-lymfocyten, dan eigenlijk gaan uitrijpen en eigenlijk inderdaad hun rol gaan leren opnemen. En als je dan kijkt aan de rechterkant van de slide, dan zie je eigenlijk dat eigenlijk een naïeve jonge B-cel daar eigenlijk binnenkomt in zo'n follikeltje, dat daar allerlei zaken gebeuren en dat die uiteindelijk dan als een rijpe cel naar buiten gaat. Maar er moeten daar heel veel processen doorlopen worden en er kan dus bij een van die processen en bij die celdelingen iets fout lopen. En afhankelijk van waar er iets fout loopt en wat er eigenlijk precies fout gelopen is op genetisch vlak dan heb je eigenlijk verschillende types van lymfomen die eigenlijk ontstaan. En je ziet bovenaan in het midden dat diffuus roodcellig B-cellymfoom daar eigenlijk bij een fout ontstaat in die hele follikelreactie en dat daardoor eigenlijk als dan een fout ontstaat op dat moment die cellen kunnen kwaadaardig worden en eigenlijk aanleiding geven tot een wildgroei van cellen en eigenlijk het ontstaan van een lymfeklierkanker met zwelling van die lymfeklier. Dus hoe gaat zo'n ziekte zich dan uiten? Wat ga je hebben als klachten? Dat is voor sommigen onder jullie waarschijnlijk heel herkenbaar. Het begint vaak met het voelen van een vergrote klier. Dat kan zijn in de hals, dat kan zijn in de oksels, ook soms in de liezen. Grote klieren van binnen zijn ze natuurlijk moeilijker om te voelen, maar kunnen zich dan uiten door het ontstaan van rugpijn of het ontstaan van buikpijn. En er zijn ook andere klachten, afhankelijk een beetje van waar die klieren zitten en op welke organen ze eventueel drukken of duwen. En dan zijn er eigenlijk ook algemene symptomen die zich kunnen manifesteren. Dat wil zeggen dat je algemeen minder goed voelt, dat het lichaam algemeen niet goed gaat. En wat bedoelen we daaraan mee? Dat zijn dan de zogenaamde B-symptomen. Een B-symptoom, dat betekent eigenlijk dat is een algemene klacht, algemeen het lichaam, die een signaal geeft dat er van binnen iets fout loopt. En dat kan gaan van koorts, zonder dat je echt een infectie hebt, tot veel gewicht gaan verliezen, tot 's nachts heel veel zweten, met het echt moeten verversen van de pyjama of van de lakens, tot eigenlijk een hele abnormale vermoeidheid, tot niets meer kunnen komen en echt een vermoeidheid die je nog nooit zo erg hebt gekend, of soms jeukklachten. Nu, hoe gaan we dan de diagnose stellen dat het gaat over een diffuus roodcellig B-cellymfoom? Wel, het is eigenlijk zo dat we maar een verschil kunnen maken tussen al die types van lymfomen of oorzaken van klierzwelling op dit moment door ook een klier te gaan onderzoeken onder de microscoop. Dat zijn de anatomopathologen die dan echt gaan kijken onder de microscoop wat gebeurt daar nu en wat loopt daar nu eigenlijk fout. En klassiek gebeurt dat dan door een biopsie te gaan doen. Dat kan zijn door een punctiebiopsie, met een soort van geweertje dat er een klein stukje wordt geschoten uit een klier. Of zoals hier bij deze dame, kan er echt een ingreep gebeuren door een chirurg waarbij een deeltje van een klier wordt verwijderd om die dan te kunnen gaan onderzoeken onder de microscoop en te kunnen bevestigen dat het gaat over een diffuus roodcellig B-cellymfoom. Soms is dat makkelijk om zo'n biopsie te nemen als dat de hoogte van de hals is of de oksel en we daar eigenlijk snel aan kunnen. Maar soms is daar toch ook wel een grotere ingreep voor nodig. Als bijvoorbeeld een klier in de buik zit, kan dat toch wel vervelend zijn, dat daar bijvoorbeeld een kijkoperatie voor nodig is. En vandaar dat er dus druk gezocht wordt om in de toekomst eventueel iets te veranderen aan die diagnostiek. Ik ga daar zeker niet in detail op ingaan, maar wat we noemen de liquid biopsy zou iets kunnen zijn wat in de toekomst toch belangrijker kan worden. En dan bedoel ik eigenlijk dat we soms materiaal van lymfekliercellen van een lymfoom kunnen terugvinden in het bloed als we heel goed en op een specifieke manier gaan zoeken, waardoor we zouden kunnen ons inbeelden dat in de verre toekomst die biopsie misschien voor een stuk overbodig zal worden, omdat misschien uit een simpele bloedtest voldoende materiaal zou kunnen bekomen worden en voldoende informatie om te kunnen weten wat er in die klieren of in een orgaan aan de hand is. Want hoe werkt dat immers? Zowel de gezonde weefsels als de lymfoomcellen, die gaan eigenlijk die sliertjes genetisch materiaal, stukjes circulerend DNA afgeven, die we eigenlijk kunnen vangen via een bloedproef en dan eigenlijk kunnen gaan onderzoeken met eigenlijk ingewikkelde technieken. Die technieken die gaan zoeken naar bepaalde mutaties in het genetisch materiaal of bepaalde afwijkingen in hoeveelheid genetisch materiaal, waardoor we op die manier eigenlijk zouden kunnen een diagnose stellen of gaan screenen naar kankers of lymfomen.
Let wel, dit is op momenteel zeker en vast geen standaard. Dat is iets dat wordt onderzocht en waar we mee bezig zijn om te zien of er in de toekomst daar opties zijn en wat de rol van die test of van die techniek zal zijn, zowel in de diagnose als eventueel in de opvolging van de lymfomen. En als we dan de diagnose gesteld hebben van een diffuus roetcellig B-cellymfoom, dan is de vraag een beetje, ja goed, wat is mijn prognose? Wat is de kans dat we dit kunnen genezen? Wel, dat hangt niet alleen af van welk type lymfoom, dus een diffuus roetcellig, maar ook van bepaalde kenmerken van dat lymfoom en van de patiënt die we voor ons hebben. En klassiek gebruiken we dan een internationale prognostische index of een IPI-score. En die gaat eigenlijk gaan bepalen wat je kans is om eigenlijk een lange ziektevrije periode of remissie te gaan bekomen. En dat hangt dus af van verschillende zaken, zoals je hier al ziet, de leeftijd van de patiënt. En de performance score, wat bedoelen we met performance score? Dat zie je bovenaan links. Dat hangt af van hoe fit onze patiënt is. Een patiënt die alles zelf kan, die kan gaan werken, die kan volledig alles zelf doen zonder enige klacht, die heeft een ECOG-score van 0. Een patiënt die daarentegen volledig bedgebonden is, niks zelf kan, die zichzelf ook niet kan wassen, die zelf ook niet naar het toilet kan gaan, die volledig aan zijn bed gekluisterd is, die heeft een ECOG-score van 4. En zo gaan we eigenlijk kijken hoe fit iemand is, of er beperkingen zijn bij bepaalde taken in het dagelijkse leven. En we weten hoe slechter de algemene toestand van de patiënt bij de diagnose, hoe moeilijker een lymfoom ook te behandelen is. Dus hoe fitter je bent, hoe beter je algemene conditie, hoe beter de kansen op een goede mogelijkheid tot therapie en herstel. Daarnaast zijn er bepaalde kenmerken die afhankelijk zijn van de tumor zelf. Een bepaalde bloedproef, die noemen we het LDH, die eigenlijk een beetje voor ons een parameter is van hoeveel cellen er snel aan het delen zijn en hoe snel dat allemaal evolueert. En dat kunnen we dus door een bloedafname gaan bekijken. En vandaar dat er ook altijd een bloedafname gebeurt bij diagnose van een lymfoom, om zulke zaken te gaan bekijken. En dan eigenlijk ook een beetje weten hoeveel ziekte er aan boord is. Hoeveel lymfoom is er in je lichaam aanwezig en op welke plaats is dat? Zit dat in de klieren? We noemen dat nodaal. Of zit het ook buiten de klieren, extranodaal? En welk stadium hebben we? En om dat te weten, die laatste twee zaken zijn er eigenlijk verschillende zaken die gebeuren, verschillende onderzoeken. We gaan natuurlijk de patiënt volledig onderzoeken, zoeken waar we klieren gaan voelen, het klinisch onderzoek bij de dokter. En dan gebeurt er vaak ook een PET-scan. Merendeel nu van de tijd gebeurt er een PET-scan in plaats van een gewone CT-scan. Ik kom daar straks op terug. En vaak zal er ook een beenmergpunctie gebeuren. Dat hoeft niet altijd. Het hangt een beetje af van de resultaten van de andere onderzoeken. Dus dit is hier eigenlijk een voorbeeld van hoe je zo'n stadium kunt gaan bepalen en hoe zo'n PET-scan eruit ziet. Dus als je eventjes aan de rechterkant van de slide kijkt, dan zie je eigenlijk het beeld van zo'n PET-scan. En waar je eigenlijk gaat gele vlekjes gaan zien, ter hoogte van de hals, tussen de longen, ter hoogte van de lever, onderaan, rond de bloedvaten. Daar zitten eigenlijk vergrote klieren die eigenlijk ook te veel suiker opnemen. Want zo'n PET-scan werkt eigenlijk door opname van suiker. Dus dat wil zeggen dat die cellen heel veel suiker nodig hebben omdat ze snel aan het delen zijn en dus dat ze eigenlijk daar een pathologische een klier aanwezig is die niet normaal is. En zo kunnen wij gaan kijken waar er in het lichaam allemaal vergrote klieren aanwezig zijn. En op die manier delen wij de patiënt of eigenlijk de ziekte in naar gelang een stadium. Zit die ziekte maar in één klier of in één regio, bijvoorbeeld enkel aan de linkerkant van de hals, dan spreken we van een stadium 1. Zit die ziekte aan de beide kanten van het middenrif, dus dat wil zeggen zowel boven het middenrif als onder het middenrif, in verschillende klieren, of zit die ook bijvoorbeeld in de mild, dan spreken we van een stadium 3. En als die ziekte in organen zit, in het beenmerg, dat er letsels zijn ter hoogte van de huid of net onder de huid, in de longen of in andere organen, dan spreken we van een stadium 4. En hoe hoger dat stadium, hoe minder goed de prognose. Dus ook dat speelt mee in die IPI-score. En hier zie je dan eigenlijk een beetje hoe zo'n score zich verhoudt tot de prognose. Dus het is eigenlijk zo, als je onderaan eigenlijk gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat we de patiënten dan indelen in een goed risico, een zeer goed risico, dus een zeer laag risicopatiënt, en dan eigenlijk patiënten met een slechter risico, afhankelijk van hoeveel punten ze scoren op die score die we daar straks hebben bekeken.
En voor de patiënten die een heel beperkte ziekte hebben, die een goede algemene toestand zijn, die eigenlijk een hele lage score hebben, dus een very good, kan dat zijn dat de kans op progressievrije overleving op 4 jaar meer dan 90%. Voor patiënten met een heel uitgebreide ziekte, die een slechte algemene toestand zijn, een oudere leeftijd, een slechte bloedwaarde, kan dat gaan over een prognose van 50% kans dat de ziekte nog altijd afwezig is na 4 jaar na de behandeling. En dan is de vraag een beetje, wat is die behandeling? Dus we zullen het daar nu kort eventjes over hebben. Eerst en vooral een beetje standaard over de klassieke behandeling die we in eerste lijn gebruiken. En die bestaat eigenlijk uit een combinatie van klassieke chemotherapie en uit immunotherapie. Die chemotherapie die is meest van de tijd, of meest waarschijnlijk, een CHOP-kuur of een variant daarop, hangt een beetje af van de leeftijd. En die CHOP-kuur, waarom in hemelsnaam noemen we dat CHOP? Dat haat, hangt eigenlijk samen met de eerste letters van de chemotherapie-types die daar eigenlijk in die kuren zitten. Dus je ziet hier in cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en cortisone. Die 4 componenten die bepalen eigenlijk de CHOP-kuur. En we gaan eigenlijk die chemotherapie eigenlijk gaan geven, meestal in een 6-tal kuren. Je kunt je nu afvragen van ja, waarom geef je die chemotherapie nu 6 keer en waarom geef je dat niet allemaal in 1 keer? Wel, dat heeft te maken met het feit, zoals dat je rechts op de slide ziet, dat we eigenlijk trachten door die chemotherapie de kankercellen te gaan doden. Maar zoals jullie waarschijnlijk ook weten, is chemotherapie een niet-specifieke behandeling. Die gaat eigenlijk ook gezonde, sneldelende cellen gaan aantasten. En wat we eigenlijk trachten te doen door die chemotherapie te gaan onderdelen in verschillende kuren of cycli, is eigenlijk om telkens een duwtje dieper te gaan geven aan de kankercellen. En tussendoor de blauwe, normale cellen de kans geven om te gaan recupereren, waardoor we eigenlijk in het ideale scenario de normale cellen volledig laten recupereren op het einde van de rit en waardoor we uiteindelijk de kankercellen die gevoeliger zijn voor die chemotherapie proberen volledig te onderdrukken tot we die eigenlijk niet meer kunnen opsporen. De klassieke chemotherapie, zoals ik al zei, heeft dus ook zijn bijwerkingen. Ik denk dat het niet vandaag mijn bedoeling is om daar helemaal op in te gaan wat dat allemaal klassiek geeft. Ik denk dat de klassieke bijwerkingen op verschillende plaatsen terug te vinden zijn. Ik heb hier ook wat zaken aangeduid. Maar wat belangrijk is, is dat zo'n CHOP-kuur ook haarverlies geeft. Dat is niet vanaf dag 1, maar meestal vanaf ongeveer 2,5-3 weken na de eerste chemotherapie, dat het haarverlies ontstaat. Dat het ook zijn invloed heeft op de eetlust, dat er ook misselijkheid kan zijn. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig medicatie die die misselijkheid in belangrijke mate kan onderdrukken, waardoor dat meestal wel meevalt wat betreft het braken. En anderzijds zijn daar zaken, bijvoorbeeld ter hoogte van de slijmvlies in de mond, een algemene vermoeidheid, die zeker en vast een belangrijke rol kunnen spelen. En wat hier bovenaan aan de rechterkant staat, dat is eigenlijk een heel belangrijk issue, namelijk het feit dat chemotherapie het immuunsysteem verzwakt. Enerzijds is er, laten we zeggen, voor wat betreft de chemotherapie, vooral een effect op de neutrofielen. Dat zijn die cellen van onze frontliniesoldaten, het aangeboren immuunsysteem, die zorgen om ons te beschermen tegen bacteriële infecties. En die gaan een dip krijgen, meestal een weekje na de chemotherapie. Dus wat je hier eigenlijk ziet in het rood, die curve, is eigenlijk, en je ziet dat de patiënt chemotherapie krijgt, de neutrofielen zijn normaal, en dan ongeveer 8 tot 10 dagen nadien zie je dat die neutrofielen heel sterk gaan zakken. En dan zie je dat die eigenlijk gaan herstellen. En om dat herstel te bevorderen, gaan veel patiënten ook groeifactoren krijgen. Dat zijn spuitjes die ze krijgen na de chemotherapie om eigenlijk sneller de neutrofielen te laten herstellen. Maar toch zit je altijd met een dipje de week nadien, waardoor je dan op dat moment vaak ook het meest futloos voelt en vooral ook het meest gevoelig bent voor infecties op dat moment. En dan hebben we het vooral over bacteriële infecties die zouden moeten behandeld worden met antibiotica. En vandaar dat we ook de patiënten vaak zeggen van kijk, als je op dat moment koorts krijgt, neem alsjeblieft altijd contact met ons op, zodanig dat we zo nodig kunnen antibiotica starten.
Die behandeling met die chemotherapie die wordt al jaren gecombineerd voor een diffuus hoedcellig B-cellinfoom met rituximab. Rituximab is een vorm van immunotherapie die we al een hele lange tijd gebruiken. Eigenlijk een monoclonale antistof. Nu, wat is in hemelsnaam een monoclonale antistof? Dat is eigenlijk een vorkje, zoals je hier ziet, die eigenlijk in staat is om specifiek een bepaald doelwit te gaan herkennen. En klassiek eigenlijk geproduceerd wordt door B-cellen. Nu, als we eventjes gaan kijken hoe dat exact werkt voor wat betreft rituximab. Rituximab, dat zijn eigenlijk die paarse vorkjes zoals je ze er allemaal ziet staan. Die gaan eigenlijk specifiek gaan binden op dat antennetje die zit op die B-cellen. Herinner u nog die blauwe antenne die op de B-cel zit, die CD20-moleculen waar ik het straks over gehad heb? Wel, die wordt specifiek getarget door rituximab. En door die binding gaan er eigenlijk allerlei processen in gang worden gezet, waardoor die B-cellen worden gedood. Nu, heel belangrijk, een rituximab-molecule, dat is een doelgerichte molecule, gaat dus enkel inwerken op celletjes die die CD20 hebben, maar die werkt niet alleen in op de slechte diffuus roodcellig B-cellinfoomcellen met die CD20-moleculen, maar ook op de gezonde B-cellen. En herinner u nog, uw gezonde B-lymfocyten, dat zijn onze elite-soldaten, die dus eigenlijk ook zorgen voor productie van normale antistoffen en ons verdedigen tegen virusinfecties. En dit is natuurlijk razend actueel in de tijd waar we eigenlijk spreken over coronavirussen en vooral ook vaccinaties, waarbij we trachten die B-cellen aan het werk te zetten om antistoffen juist te maken ten opzichte van een vaccin. Wel, dan kun je inbeelden dat patiënten die een heleboel rituximab hebben gekregen, dat ook die gezonde B-cellen weg zijn en dat dus het aanmaken van antistoffen een heel pak moeilijker is, tot soms gewoon niet lukt, waardoor patiënten die rituximab krijgen nu, zelfs ondanks vaccinatie, toch nog altijd gevoelig blijven voor virusinfecties en ook voor corona en heel voor moeten blijven, jammer genoeg. Nu, die behandeling met een klassieke behandeling, R-CHOP, die geven we vaak een zestal kuren. En de meeste mensen, laten we zeggen, die gaan daarvan kunnen een lange tijd een remissie hebben. Jammer genoeg is het zo dat we niet altijd iedere patiënt in de remissie kunnen brengen of houden. En een andere vorm van klassieke therapie is dan eigenlijk een autologe stamceltransplantatie, die nu vaak gebruikt wordt bij patiënten die hervallen en jong genoeg zijn en fit genoeg zijn om dan een autologe stamceltransplantatie te krijgen. Ik zet die hier eventjes nog kort bij de klassieke therapie. En waarom? Omdat een autologe stamceltransplantatie eigenlijk een hoge dosis chemotherapie is. Die wordt ook toegediend. Dus dat is net zoals een andere kuur chemotherapie, maar dan een veel hogere dosis. En omdat die dosis chemotherapie zoveel hoger is, hebben die normale cellen onvoldoende capaciteit om voldoende snel te gaan herstellen, zoals bij die andere kuren. En geven we eigenlijk op voorhand afgenomen eigen stamcellen terug, om dat herstel van het beenmerg te gaan bevorderen. Maar daarover ga ik nu vandaag niet verder uitweiden. Waar ik het wel vandaag nog kort wil over hebben, is over de nieuwe behandelingen voor diffuus roodcellig B-cellinfoom. En die zijn denk ik wel heel interessant, of vind ik toch heel interessant. Kort eventjes nog, als we kijken naar alle patiënten samen, met goed en slecht risico samen, is het zo dat we weten dat globaal gezien 60% van de patiënten zullen ongeveer genezen zijn na hun eerste behandeling met die behandeling met R-CHOP. Dat betekent nog altijd dat we 30-40% van de patiënten hebben die ofwel niet goed zullen reageren op die eerste behandeling, waarbij de ziekte niet goed verdwijnt, we noemen dat refractair, of patiënten die vroeger of later, meestal is dat dan vroeger, gaan hervallen op een bepaald moment nadat ze eerst in remissie waren geraakt. Nu, het is zo dat, zoals ik al zei, een deel van die patiënten die fit genoeg zijn en die opnieuw goed reageren op chemotherapie, kunnen behandeld worden met zo'n autologe stamceltransplantatie. En dat is nog voor de patiënten die dat aankunnen en die chemogevoelig zijn, nog altijd de beste tweede mogelijkheid. Maar een heel deel van de patiënten kan die behandeling niet aan, omwille van de leeftijd, omwille van het feit dat ze andere ziektes hebben, waardoor hun lichaam niet voldoende sterk is voor hartproblemen of longproblemen, om een dergelijk zware chemotherapie aan te kunnen. Of omwille van het feit dat de ziekte gewoon niet meer gevoelig is aan chemotherapie, en dan heeft een hoge dosis extra chemotherapie natuurlijk ook geen nut. Vandaar dat er dringend nood is aan nieuwe mogelijkheden.
En als je kijkt hoe de situatie vroeger was, dan was die situatie geen mooi beeld. Als je kijkt aan de linkerkant naar die curve, dan zie je eigenlijk dat voor patiënten die refractair zijn, die niet goed reageren aan behandeling, of die heel vroegtijdig hervallen na een behandeling, dan zag je eigenlijk dat de mensen gemiddeld nog ongeveer 6 maanden overleving hadden, wat heel weinig is. Dus er was een heel grote kans dat als de ziekte niet goed reageerde van de eerste keer, dat de mensen vroegtijdig kwamen te overlijden. En eigenlijk waren er niet veel goede mogelijkheden, behalve dan nog opnieuw vroeger wat chemotherapie te gaan geven, waarmee we trachten het leven wat te verlengen, maar waarbij we vaak geen langdurige remissies, ziektevrije periodes meer konden bereiken. Gelukkig zijn we ondertussen een aantal jaren verder en staat de technologie en de wetenschap niet stil en zijn er heel veel nieuwe behandelingen die stilletjes aan in studieverband of toch op de markt aan het komen zijn, die mogelijkheden bieden voor patiënten die refractair zijn aan behandeling of hervallen zijn, om toch nog langdurige ziektevrije overleving te hebben. En daar zit voor een stukje allerlei moeilijke afkortingen tussen, maar ik zal stap voor stap eventjes met jullie een paar van die zaken overlopen, zoals wat andere monoclonale antistoffen, zoals wat is een BiTE en wat is een CAR-T-cel. Eerst en vooral, als we het hebben over immunotherapie, dan denk ik dat we een groot onderscheid moeten maken tussen de immunotherapie die afgeleid is vanuit antistoffen, denk maar aan de rituximab en alles wat daar dan op verder bouwt, en immunotherapie waar we eigenlijk werken met T-cellen, dat zijn eigenlijk de andere elite-soldaten, niet de B-cellen die antistoffen maken, maar de T-lymfocyten, die dan een belangrijke rol spelen. En je ziet eigenlijk dat de immunotherapievormen zoals een monoclonale antistof, een immunoconjugaat of een BiTE, dat die afgeleid zijn van antistoffen, en dan de CAR-T-cellen zijn uiteraard T-cellen. Kort eventjes over andere monoclonale antistoffen, dus die lijken op de rituximab, maar die gaan bijvoorbeeld geen CD20-moleculen, maar een andere antenne op het oppervlak van die cellen gaan herkennen, zoals een CD19 of een CD22. Er zijn producten die ondertussen FDA, dat wil zeggen in Amerika, op de markt zijn. Dat is bijvoorbeeld tafasitamab, moet je zeker vast niet onthouden, vreselijke naam, maar alleszins, die gaat eigenlijk, dat is ook weer zo'n een antistof, die eigenlijk gaat gericht zijn dan tegen een CD19-molecule. En ook die moleculen worden nu tegenwoordig getest, zowel bij diffuus roeselig B-cellymfoom, en misschien dat mijn collega er straks nog op zal terugkomen, ook want bij folliculair lymfoom ook. En daar zijn toch ook wel veelbelovende resultaten die we zien bij patiënten die niet meer gevoelig zijn aan chemotherapie, waarbij dat dan toch wel weer mooie responsen geeft van 60% van de patiënten die toch opnieuw een ziekterespons hebben op een dergelijke behandeling in combinatie soms met andere producten. En dan een stapje moeilijker, het wordt helemaal moeilijker en moeilijker binnen de immunotherapie, is wat is nu in hemelsnaam een immunoconjugaat? Wel, een immunoconjugaat, dat is hetzelfde, opnieuw, diezelfde structuur van een monoclonale antistof, maar als je kijkt aan linksonder, dan zie je dat daaraan nu een soort van bommetjes hangen. Zie je die sterretjes, die gele sterretjes? Wel, dat zijn bommen. Eigenlijk moet je dat een beetje zien als een soort van Trojaans paard of als een soort van mannetje met een bommenrugzak. En wat gaan we eigenlijk gaan doen? We gaan als het ware die antistoffen doen binden op een bepaald oppervlakteantennetje. En daardoor gaat eigenlijk die antistof en de producten die daarop zitten vooral in de cel binnen geraken. En dat zijn als het ware een soort bommen. Dat kunnen gifstoffen zijn of chemotherapeutica die daardoor rechtstreeks worden binnengebracht in de tumorcel en daar eigenlijk ter plekke de tumorcel kunnen gaan afdoden. En die moeilijke namen die je bovenaan ziet in dat tabelletje, loncatuximab, polatuzumab, inotuzumab, lig daar niet van wakker, maar alleszins, dat zijn veelbelovende moleculen die eigenlijk een bepaald doelantigen hebben, zoals je links ziet, op het oppervlak van die B-lymfocyten, en die dan gekoppeld zijn dus aan een bepaald soort bom, een bepaald soort gif of chemotherapeuticum, en dat rechtstreeks gaan binnenbrengen bij de tumorcel. En daar, denk ik, is het product, of het product dat we moeten in de gaten houden voor de toekomst, dat mij toch heel veel belovend lijkt, polatuzumab vedotin.
De Polarix-studie is eigenlijk een studie waar misschien sommige van jullie patiënten bekend mee zijn of misschien wel aan hebben meegedeeld. Dat is eigenlijk een studie waarbij dit product gecombineerd werd met eigenlijk de klassieke eerste lijns chemotherapie, waarbij dan één ander product eruit gelaten is, dus de R-CHOP, waarvan de O vervangen is door dat nieuw product, die polatuzumab. En ik kijk eigenlijk met heel veel spanning uit naar de resultaten van die studie. Die zullen gepresenteerd worden op het ASH-congres. Ik denk binnen een goede 14 dagen, waarbij we eigenlijk zullen zien, er is al een tipje van de sluier gericht, dat waarschijnlijk de eerste lijnsbehandeling toch een beterschap zal tonen in vergelijking met onze klassieke R-CHOP, die al jaren stand houdt. En ik ben heel sterk benieuwd om te zien hoeveel die beterschap zal zijn en of dat in de toekomst zal leiden tot een verandering van onze eerste lijnsbehandeling en eventueel dus een betere overleving voor de patiënten. Dus ik ben heel benieuwd naar het ASH-congres. Andere producten, zoals die loncastixumab, die worden ook getest. Die zitten nog een beetje vroeger in ontwikkeling, worden getest bij patiënten die hervallen zijn. En wij doen in ons ziekenhuis ook mee aan een studie waarbij dat we inderdaad een dergelijke antistof dan gaan toedienen bij patiënten die hervallen zijn na eerste lijnsbehandeling. En we hebben daar toch eigenlijk ook alweer al heel mooie resultaten mee gezien. Maar de resultaten daarvan zullen nog een tijdje op zich laten wachten van de studies. En dan komen we tot een nog moeilijker concept. Dat is het concept van de BiTEs. Wat is een BiTE? Een BiTE is eigenlijk een bispecific T-cell engager, een bispecifieke antistof. Dat wordt nog een stukje moeilijker. Ik heb jullie gezegd, zo'n antistof die gaat specifiek binden op een antennetje. Wel, een BiTE is eigenlijk een bispecifieke antistof. Dat betekent dat het eigenlijk een soort combinatieproduct is dat langs twee kanten bindt aan een antennetje. De ene kant bindt aan het ene antennetje en de andere kant bindt aan het andere antennetje. En die ene kant bindt dus meestal op een tumorantigen, zoals we dat dan noemen. Dat kan zijn een CD19 of een CD20 moleculen op die B-cellen. En de andere kant bindt meestal bij die BiTE-producten aan CD3. En wat is CD3? CD3 is eigenlijk een marker die zit op het oppervlak van onze eigen T-cellen. En wat het eigenlijk gaat doen, zo'n BiTE, is eigenlijk als het ware een soort van fysieke linker gaan vormen tussen onze tumorcel, die aan de ene kant wordt vastgehouden door die BiTE, en aan de andere kant onze eigen T-cellen, die aan de andere kant worden vastgeklikt, waardoor je eigenlijk als het ware in de ruimte de T-cellen en de tumorcellen bij elkaar gaat brengen. En daardoor, door die bij elkaar te gaan brengen, die T-cellen gaat activeren en je eigen immuunsysteem dus gaat gebruiken om die tumorcellen te gaan doden. Er gaan allerlei producten, je ziet daar rechts al die gele meteorietjes daar, dat je ziet, dat zijn allemaal producten die dan worden geproduceerd, granzines, perforines, om eigenlijk die tumorcel kapot te maken door die T-cellen. Die BiTEs, daar zijn heel veel verschillende soorten in. Hier zie je nog een keer epcoritamab. Dat is een BiTE die wij nu in het ziekenhuis in studies veel gebruiken bij patiënten. Dat is eigenlijk iets dat in de huid subcutaan dus wordt geïnjecteerd, zoals een spuitje tegen flebitis. En wat eigenlijk dan zich verspreidt over het lichaam en wat dus die linker gaat zijn tussen enerzijds een antistof tegen CD20 en dan CD3. En wat eigenlijk kan gebruikt worden nu in bepaalde studies al wordt getest voor de behandeling van hervallen patiënten met toch hele mooie resultaten. Dus dat is ook een heel veelbelovend product voor de toekomst, waarbij we nu ondertussen ook al bezig zijn om te gaan kijken in bepaalde studies of we dit product al niet kunnen toevoegen aan de eerste lijnsbehandeling, aan de R-CHOP, en we dan eigenlijk niet al betere resultaten gaan hebben. En hier zie je een hele hoop weer van die producten met onuitspreekbare namen, maar die allemaal dus BiTE zijn en dus gericht zijn enerzijds tegen CD3 op de T-cel en anderzijds tegen een marker op de B-cellen. En dan finaal nog een paar korte woordjes over de CAR-T-cellen. Dus dan gaan we naar de andere kant van de immunotherapie, namelijk de immunotherapie gebaseerd op de T-cellen. CAR-T-cellen, dat is geen evidente materie om uit te leggen. Ik verwijs daarvoor ook altijd naar Tessa Kerre, haar app, die voor iedereen toegankelijk is, de ImmunoT-app, die eigenlijk in een soort van cartoon, een soort van tekenfilmpje, eigenlijk de verschillende vormen van immunotherapie en ook de CAR-T-cells uitlegt. En ik denk dat dat iets is dat heel basic toch wel aantoont wat er precies gebeurt bij zo'n CAR-T-cel. Dus dat is zeker iets om een keer te bekijken op je smartphone. Het is zo
dat we weten dat CAR-T-cellen eigenlijk voor een heel belangrijk stuk andere vormen van immunotherapie, namelijk de allotransplantatie of de allogene stamceltransplantatie bij lymfomen, eigenlijk aan het vervangen is, zeker bij diffuus roodcellig B-cellymfoom. Als jullie eventjes kijken naar de gele curve, dan zie je eigenlijk over de jaren heen, van 2009 tot 2019 is de curve nu, hoeveel patiënten een allogene stamceltransplantatie kregen. Dat wil zeggen dan een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor, niet van zichzelf, omdat ze hervallen waren van een diffuus roodcellig B-cellymfoom, dan zie je dat dat een vrij constante was tot in het jaar 2017, waar de CAR-T-cellen echt begonnen te boomen. Dat is de grijze curve. Als je kijkt naar die grijze curve, dan zie je die pijlsnel in de lucht gaan. En tegelijkertijd zakt heel sterk die gele curve, waarbij we eigenlijk zien dat CAR-T-cellen het voor een stukje overnemen van de allogene stamceltransplantatie voor patiënten die twee lijnen al van behandeling hebben gehad en nog steeds niet voldoende in remissie zijn geraakt. Het is een techniek die eigenlijk al heel lange tijd wordt bestudeerd, die eigenlijk voor het eerst werd bestudeerd bij acute lymfatische leukemie. Dit is een krantenknipsel dat ik altijd gespaard heb van toen ik bezig was met mijn doctoraat in 2012. Toen deze jonge dame behandeld voor een acute lymfatische leukemie met zo'n CAR-T-cellen eigenlijk als revolutionair werd beschouwd. En daar voor de eerste keer eigenlijk hele mooie resultaten bij patiënten werden bijgezien. En waarover gaat dat eigenlijk? Dat gaat eigenlijk over het volgende. Bij de patiënt zelf worden eigen T-lymfocyten, dat zijn dus die vechters, die elite-troepen, als het ware uit het lichaam gezuiverd door een apherese. Dat is een soort van procedure waarbij die T-cellen via het bloed worden uitgefilterd. Die worden eigenlijk naar een labo gestuurd waar de CAR-T-cellen worden gemaakt. En daar wordt er eigenlijk een soort genetische manipulatie gedaan met die cellen, waarbij die eigenlijk een nieuw oppervlakte merker krijgen. De CAR, ik kom daar straks nog op terug. En daarna, als die cellen als het ware gemaakt zijn, gecreëerd zijn in dat labo, dan worden die teruggegeven aan de patiënt. En je ziet daar bij puntje 3 dat er daar staat lymphodepleting conditioning. De patiënt krijgt eerst een milde vorm van chemotherapie om wat ruimte vrij te maken in het beenmerg, om dan eigenlijk die cellen terug te laten groeien. En wat gebeurt er eigenlijk met die T-cellen die we nemen van de patiënt? Die worden eigenlijk als het ware bewerkt in het labo, waardoor ze een nieuwe oppervlakteantenne krijgen. En dat is die nu zogenaamde CAR, een chimeric antigen receptor. Komt van het Griekse chimeer. Chimeer, waarom chimeer? Omdat dat eigenlijk een receptor is die eigenlijk kenmerken bevat van zowel de B-cel als de T-celreceptor. Het bevat eigenlijk het antigen herkennende stukje van een antilichaam, en het is eigenlijk gekoppeld aan een stukje van de T-celreceptor. Dus het gebruikt eigenlijk de technieken van zowel een B-cel als een T-cel om eigenlijk antigen te gaan herkennen, dat op het oppervlakte zit van een tumorcel, en anderzijds een activatiesignaal te gaan geven aan die T-cel, waardoor die T-cellen gaan afdoden. En je ziet eigenlijk dat er heel veel verschillende producten, CAR-T-cel producten, ondertussen getest worden en op de markt zijn. In België is Kymriah, Yescarta op de markt. Er zijn nog andere producten ook. Die namen zijn onuitspreekbaar, maar laten we ze Tisa-cel, Axi-cel, Liso-cel noemen. Alleszins in Europa en in Amerika zijn er sinds 2017 veel nieuwe producten, of 3 nieuwe producten op de markt en heel veel studies lopende bij verschillende types lymfomen en ook bij diffuus roodcellig B-cellymfoom, waarbij inderdaad CARs worden gebruikt die CD19-merker op het oppervlak van de B-cel herkennen en die dan eigenlijk zo'n krachtige immuunrespons gaan geven en eigenlijk die T-cellen als het ware de kracht gaan geven om die tumorcellen te gaan afdoden. En je ziet eigenlijk ook dat er daar nu toch al een redelijke opvolging is en dat inderdaad die therapieën ook wel goed lijken te werken voor patiënten die hervallen zijn. De meeste studies of de klassieke studies en de manier waarop het nu ook gebruikt wordt zijn voor patiënten die ondertussen al 2 andere lijnen van behandeling hebben gehad en die opnieuw hervallen zijn. Die komen in België nu ook in aanmerking onder strikte voorwaarden weliswaar, voor behandeling te krijgen met zo'n CAR-T-cellen. En als je kijkt op lange termijn, want dat zijn eigenlijk een beetje de langste termijnresultaten die we nu hebben,
dan zijn dat natuurlijk ook behandelingen die geen 100% kans hebben op slagen, maar ongeveer toch een 35-40% van de patiënten die die behandeling kregen, die zijn na een viertal jaar nog in leven, wat veel meer is dan die initiële curve die we gezien hebben, met een mediane overleving van 6 maanden met klassieke palliatieve chemotherapie. Maar uiteraard, het is ook geen heiligmakende therapie. Je ziet ook dat er nog altijd meer dan de helft van de patiënten toch overleden is en waarbij de behandeling niet aanslaat. Dus eigenlijk zijn we daar nog altijd aan het streven in, naar meer en meer verbetering daarin, want daar zitten toch nog wat beperkingen in. Niet iedereen... laten we zeggen, komt daarvoor in aanmerking en de kosten zijn toch ook wel belangrijk. En vandaar dat ik denk dat we in de toekomst daar ook nog meer zullen van horen en dat we daar ook nog niet het laatste van gezien hebben. En dan ben ik klaar, denk ik. En is het tijd voor vragen. Ja, dankjewel. Heel hartelijk bedankt trouwens. Moeilijke stof, heel gemakkelijk uitgelegd, met heel veel tekeningetjes. En dat zien we altijd graag. Ondertussen weten we ook dat er bommetjes bestaan in de hematologie. Dokter, er zijn heel wat vragen binnengekomen. Hè. Laat ons eens chronologisch overlopen wat mensen hebben gevraagd. Helemaal in het begin hebt u gesproken over nachtzweten en dat een van de symptomen nachtzweet is. Iemand vraagt, hoe komt dat eigenlijk dat wij zo beginnen zweten? Wel, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat het lichaam als het ware een ontstekingsreactie dat dat ontstaat te gevolgen van die tumor. En natuurlijk, zoals dat we bijvoorbeeld zweten en koorts hebben bij een infectie, op het moment dat er ontsteking daardoor ontstaat, kan dat dus ook ontstaan bij een tumor. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is om het uit te leggen. Ja. Een andere vraag die op dat moment ongeveer binnenkwam is, ik lees even lettertjes, letterlijk, en u kan dat ook zien in de rechterkolom, nummer 2. Wat is het nut van een CD20 op een B-cel lymfoom? Hoe werkt het, werkt dit gebruikt en hoe werkt dit eigenlijk? Wel, dus het is eigenlijk zo, die CD20-moleculen zit op het oppervlak van elke B-cel. Dus ook op B-cel lymfoomcellen, die afkomstig zijn, eigenlijk afgeleid zijn van gezonde B-cellen. En we kunnen die gebruiken bij immunotherapie als een soort van herkenningsantenne om eigenlijk de cellen te gaan afdoden. Maar zoals ik gezegd heb, is dat natuurlijk iets dat ook zit op de gezonde B-cellen. Oké. U hebt bij AirChop hebt u gesproken over dipjes, dat er dipjes komen in de weerstand. En iemand vraagt, vermindert dat eigenlijk die weerstandsdip? Gebeurt dat na elke kuur of is dat in het begin meer dan bijvoorbeeld na de vierde kuur? En, of wordt dat net steeds erger na elke kuur, die weerstandsdip? Wat is uw ervaring daarbij? Wel, ik denk dat er twee zaken zijn. Dus ten eerste, als we R-CHOP geven, dan geven we een combinatie van de CHOP-chemo en anderzijds van de R, de rituximab. Voor wat betreft de neutrofielen, die dus eigenlijk zakken vooral door de chemotherapie, ongeveer dag 8 tot 10, zien we eigenlijk dat dat na elke kuur gebeurt. En meestal heb je de indruk dat dat na een aantal kuren iets dieper kan zijn, omwille van het feit dat dat zich toch wel een beetje cumulatief opstapelt, ook voor de hoogte van de gezonde cellen, wat betreft het effect. Maar je ziet eigenlijk dat telkens eigenlijk er weer na een aantal dagen dan weer een volledig herstel meestal optreedt van die neutrofielen. Dat is anders natuurlijk als we dan de R, de rituximab nemen en de weerstand ten opzichte van virussen, die gaat eigenlijk zienderogen achteruit en dat verergert eigenlijk met elke kuur en dat blijft eigenlijk nog een heel aantal maanden tot na de behandeling doorwegen waarbij we eigenlijk weten dat die rituximab vaak nog tot 6 maanden, een jaar vaak, na de laatste behandeling nog altijd ervoor zorgt dat er minder B-lymfocyten zijn en dat er dus minder antistoffen gemaakt worden. En dus de weerstand ten opzichte van virusinfecties blijft nog een hele lange tijd laag. Ja, wat kun je dan eigenlijk doen als patiënt? Wat raadt u mensen aan als ze zo in zo'n zogenaamd dipje zitten? Wel, voor wat betreft het dipje is het zo dat we eigenlijk zeggen van kijk, hou vooral je temperatuur in de gaten. Als je je niet goed voelt en je hebt koorts boven de 38 graden, neem dan contact op met het ziekenhuis. Elke patiënt die behandeld wordt bij een hematoloog krijgt altijd een noodnummer mee van een oncocoach of een huisverpleegkundige of van de dienst, waarbij er altijd kan gecontacteerd worden en gevraagd worden wat moeten we nu doen. En vaak wordt er dan gezegd van kom naar het ziekenhuis, kom naar de spoedopname. We gaan kijken of er inderdaad een infectie aanwezig is en we gaan antibiotica starten.
starten. En natuurlijk is het zo in het algemeen dat er een zekere voorzorgsmaatregelen wel nuttig kunnen zijn. De voorzorgsmaatregelen zoals dat we nu klassiek kennen in de corona-epidemie om je te beschermen tegen virusinfecties, die gelden natuurlijk zeker ook voor onze patiënten. En anderzijds wat betreft de voeding, meestal voor een klassieke R-CHOP-kuur gaan we niet de voeding echt kiemvrij maken zoals we dat doen bij leukemiepatiënten of bij patiënten met een autoloog of een allogene stamceltransplantatie, maar we vragen toch om een beetje gezond verstand te gebruiken en om, laten we zeggen, dag 8 na een kuur niet sushi met préparé met een rauwe oester te eten. Dat is misschien niet ideaal. Ja, er komt net een vraag binnen van iemand. Hoe kan je haarverlies vermijden bij rituximab? Kun je dat vermijden? Rituximab geeft geen haarverlies, het is de CHOP die het haarverlies geeft, dus de chemotherapie. En jammer genoeg valt dat eigenlijk helemaal niet zo goed te vermijden. Er zijn bepaalde kuren, die bijvoorbeeld bij Hodgkin-lymfoom worden gegeven bij jonge meisjes, waarbij we weten dat als we een ijskap gaan gebruiken en eigenlijk de haren eigenlijk zodanig koud gaan maken dat de bloedtoevoer volledig wordt afgesnoerd naar het haar, zodanig dat er eigenlijk geen chemotherapie of minder chemotherapie terechtkomt aan de haarfollicles, dat we dan kunnen de haarverlies wat beperken, maar bij een chopkuur heeft dat eigenlijk niet geen zin. Dus met andere woorden, we kunnen dat niet vermijden. Ja, er komen een aantal vragen binnen natuurlijk over COVID. Hè. En eentje die hadden we al vooraf binnengekregen. Het is een concreet geval, maar ik breid het even uit. Iemand zegt, ik heb mijn derde vaccin gekregen, mijn booster, en ben daar eigenlijk helemaal van onder de kaart. Dat gaat niet goed. Ze zegt van, ja, als dat zo doorgaat, als er ooit een vierde vaccin gaat komen, begin ik daar toch aan te twijfelen. Ik was slecht. Je hebt al eventjes aangehaald daarnet hoe dat zit met die B-cellen en vaccins. Ja, hoe zit dat nu precies? Is daar iets aan te doen? Is dat inderdaad iets waar we misschien toch moeten over twijfelen, aan twijfelen voor dit type patiënten om zo'n een derde vaccin te nemen? Maar ik denk dat daar twee aspecten aan zijn. Ten eerste, als patiënten zich niet goed voelen na een vaccin, dan ben ik eigenlijk altijd heel tevreden. Want dan denk ik altijd van, joh, hey, het immuunsysteem heeft misschien toch iets gedaan. Ja. Het gaat misschien werken. Want het feit dat je niet goed voelt, wil zeggen dat je immuunsysteem in gang schiet. En dat is voor mij een heel groot gejuich. Want dat wil zeggen dat er dan toch misschien nog iets van het immuunsysteem is die een effect heeft op het vaccin en dat er misschien bescherming zal zijn. Want het vaccin kan uiteraard niet de ziekte veroorzaken. Het vaccin kan absoluut niet ziek maken. Dat bevat wat mRNA of wat structuren, maar dat bevat geen levende viruspartikelen. Dus je kunt niet ziek worden door het vaccin, maar als je je ziek ervan voelt, dan wil dat zeggen dat je immuunsysteem daardoor geboost wordt en dan spring ik een gat in de lucht, want de meeste van onze patiënten, jammer genoeg, voelen niks van die vaccins en dat heeft dan jammer genoeg vaak ook te maken met het feit dat die patiënten die rituximab hebben gekregen, dat er gewoon geen immuunrespons ontstaat of een heel beperkte immuunrespons. Nu, het is zo, zoals ik gezegd heb in het begin, we kunnen gaan meten of er inderdaad antistoffen dan ontstaan zo'n vaccin. En we zien bij heel veel patiënten die lange tijd rituximab hebben gekregen dat er geen antistoffen ontstaan. Maar natuurlijk, het meten van de antistoffen, dat is eigenlijk maar één aspect van het immuunsysteem. Want we weten dat ook de T-cellen vermoedelijk toch ook een deel uitmaken van een immuunrespons. En in standard of care kunnen we dat nog niet meten. Dus ik ben wel voorstander om toch al onze patiënten zo goed mogelijk een vaccin te gaan geven. Want zelfs al kunnen we geen antistoffen meten, toch hebben we de indruk dat waarschijnlijk het T-cel-immuunsysteem daar mogelijk toch een vorm van immuunrespons zou kunnen ontstaan, met die memory cells of whatever, waarbij dat we toch mogelijk iets kunnen doen om, laten we zeggen, de kans op ernstige ziekte te gaan verminderen. Dus ik raad het iedereen aan, maar ik zeg er wel ook altijd bij patiënten die onder rituximab staan. Het mag geen vals gevoel van veiligheid geven. Het mag zeker niet de klassieke voorzorgsmaatregelen vervangen. Je moet blijven voorzichtig zijn, blijven mondmasker dragen, blijven ontsmetten, blijven groepen vermijden, blijven zieke mensen vermijden. En van zodra je iets voelt, dat lijkt op een verkoudheid, laat je testen. Je mag niet denken, ik ben gevaccineerd, dus het kan mij niet meer overkomen. Ja, ik denk dat je daarmee ook al hebt geantwoord op een vraag die daarnet binnenkwam. Iemand die zegt, ik ben gevaccineerd al 3 keer, heb geen antistoffen tegen COVID, maar heb ik u goed begrepen, het is niet omdat je geen antistoffen hebt, dat er bijvoorbeeld
T-cellen niet zouden kunnen werken. We hebben daar eigenlijk nog te weinig informatie over. Dus daar zijn studies wel over bezig, maar dat is niet evident om een T-cel immuunrespons te gaan kwantificeren. Dat is helemaal niet op die manier dat we dan door één makkelijk testje kunnen gaan meten. Dat gaat over de productie van die granzymes, perforines, zoals ik daar ook getoond heb bij die bites. En dat zijn zaken die heel ingewikkeld zijn om in een lab te gaan kwantificeren. Ik vermoed dat we pas binnen maanden gaan weten, een beetje als we grote groepen patiënten hebben onder rituximab die gevaccineerd zijn ten opzichte van in het begin van de epidemie mensen die niet gevaccineerd zijn, of dat we daar toch een winst gaan boeken. Maar ik heb zoiets van, het kan zeker niet schade voor mij. Het kan alleen misschien inderdaad een minder goede immuunrespons tot weinig immuunrespons zijn. Maar het is niet omdat je de antistoffen niet kunt meten dat er d'office niets gebeurt. Ja, ja. Iemand zegt, ik voel me angstig. En eigenlijk is dat wel best te begrijpen, maar uw raad is, pas op. Houd de algemene maatregelen een beetje volksstrikt op. Hè. Dat is heel frustrerend, hè, want we zien natuurlijk heel veel mensen die die maatregelen niet meer in acht nemen. Hè. We zien ook bij onze patiënten dan heel veel mensen die juist wel heel angstig zijn en die zich afgesloten voelen van de omgeving, van kleinkinderen, van vrienden, waarbij dat je eigenlijk op een bepaald moment een beetje in dilemma's geraakt. Hè. Je moet zorgen dat je niet sociaal geïsoleerd geraakt, hè, dat je nog een levenskwaliteit behoudt. En er is continu die angst dat je iets doet van, ik ga toch niks krijgen. En anderzijds natuurlijk moeten we ook niet onbezonnen zijn. En weten we dat er nog altijd heel veel van onze patiënten nu, jammer genoeg, ondanks het feit dat zij wel goed gevaccineerd zijn en opletten, toch in het ziekenhuis belanden, juist omwille van die verminderde immuunrespons. Dus het valt wel degelijk voor dat onze patiënten in het ziekenhuis nu liggen bij ons met COVID-19. Dus het blijft voorzichtig zijn en het is een moeilijk evenwicht. En dat is heel frustrerend. En ik kan dat heel goed begrijpen dat veel mensen angstig zijn. Ja, maar dat is het goede nieuws. Iemand geeft hier een getuigenis en zegt, dat klopt wat je zegt, want vorig jaar heb ik COVID gehad en ik ben er doorgeraakt. Ik ben zwaar ziek geweest, maar ik ben er doorgeraakt. Dat is dan het goede nieuws ook. Iemand anders vraagt, bij welke lymfeklierkankersbehandelingen is er een verhoogd risico op COVID-variant? Met andere woorden, zijn er bepaalde therapieën waar je meer kans hebt om... waar er verhoogde kans is om COVID toch te krijgen? Wel, ik denk alle behandelingen die eigenlijk op de B-lymfocyten serieus inwerken, en dan denken we zeker aan die vormen van immunotherapie, klassiek alles waar rituximab of allerlei varianten van rituximab, er bestaat ook obinutuzumab, al die andere nieuwe vormen van immunotherapie die inwerken op die CD20 en CD19 moleculen, die zijn allemaal... ervoor veroorzaken dat er minder B-lymfocyten zijn en dus minder antistoffen kunnen gemaakt worden. Maar ook klassieke chemotherapie werkt in op de B- en de T-lymfocyten en kan dus daar ook een rol in spelen. Maar klassiek zien we toch dat de mensen die veel rituximab hebben gehad, of varianten daarvan, en gedurende hele lange tijd, bijvoorbeeld een onderhoudsbehandeling, dat degene zijn die nu toch wel binnenkomen ook bij ons in het ziekenhuis. Ja, ik hou de klok even in de gaten. We zijn een klein beetje over tijd aan het gaan, maar toch nog één vraagje. Een heel praktische vraag. Is een FPP2-masker beter dan een medisch masker voor patiënten met rituximab en die CHOP krijgen? Met andere woorden, welke maskers te dragen? Ik denk op zich inderdaad, een FFP2-masker is vermoedelijk efficiënter dan een gewoon masker. Maar ik weet niet of dat voor iedereen die rituximab krijgt nog noodzakelijk is. Want natuurlijk, een masker is maar een stukje van het hele principe. Ja, als je een FFP2-masker opzet en daarna iemand een hand geeft die corona heeft en je masker afdoet zonder je handen eerst te ontsmetten en ondertussen aan je neus wrijft, dan kun je nog 6 FFP2-maskers boven elkaar aan doen. Als je geen goede handhygiëne hebt en als je geen afstand houdt en in contact komt met zieke mensen, kan er nog altijd iets gebeuren. Dus dat is maar een deel van het geheel. En ik denk dat het correct dragen over de neus en niet aan de kin van een medisch masker veel belangrijker kan zijn dan een FFP2-masker dat ondertussen daar slingert aan de kin en met vuile handen wordt aangedaan. Ja, dat is heel duidelijk. Ondertussen blijven er vragen binnenkomen. Maar laat ons toch een pauze nemen. Maar we gaan die vragen toch wel straks zeker voorleggen aan dokter Maartens. Want een heel aantal van de vragen die we nu binnenkrijgen, kunnen ook perfect door dokter Maartens beantwoord worden. Onder andere die allereerste vraag die vandaag is binnengekomen over terugbetaling van CAR-T. Die gaan we zo dadelijk ook aan dokter Maartens voorleggen. Dokter,
heel hartelijk bedankt om heel vlot, heel duidelijk, met veel prentjes uit te leggen hoe het allemaal in elkaar zit. Heel hartelijk dank. Wij gaan ondertussen een pauze nemen. Een pauze van welgeteld 5 minuten. Tijd om, in mijn geval, naar beneden te lopen en een nieuwe koffie te halen. Wij zien je terug over precies 5 minuutjes. Tot zo. Dag. Ziezo. Ik ga even deze video uitzetten. Verwijder video. Voilà. Voilà, we zijn er terug. 5 minuutjes pauze. En weet je wat het leuke nieuws is? Je zou verwachten dat mensen weggaan tijdens die pauze. Maar in tegendeel, er zijn nog 2 mensen bijgekomen. Dat is teken dat het een heel boeiende uiteenzetting was en dat iedereen aan het uitkijken is ook naar de lezing van dokter Maartens. Vragen blijven binnenkomen en blijf dat vooral doen. Het lijstje staat vol en we gaan die straks ook voorleggen aan dokter Maartens. Dokter Vincent Maartens, hij is algemeen oncoloog, hematoloog in het Imelda ziekenhuis in Bonheide, maar ook in Mechelen. Welkom dokter. Jij hebt een aantal zaken voorbereid en je hebt een aantal slides voorbereid. Ik ga die meteen lanceren. Voilà, hier zijn ze. Dokter, jij gaat ons vertellen over het folliculair lymfoom. En er staan ook al een paar vragen voor u klaar. Het woord is aan jou. Niet tegenstaande alle goede voorbereidingen dat we gedaan hebben, deze week en deze morgen gaat het blijkbaar toch soms nog mis. Maar ik ben er klaar voor. Ah ja, het woord is aan jou, dokter. Dus het folliculair lymfoom behoort tot de B-cel non-Hodgkin lymfomen en is binnen die B-cel non-Hodgkin lymfomen het derde meest voorkomend soort van lymfoom na chronische lymfatische leukemie en diffuus grootcellig B-cellymfoom. Ook dat hebben we al eventjes aangehoord daarnet. Binnen die non-Hodgkin lymfomen zijn er 2 grote groepen. Enerzijds de agressieve of hooggradige lymfomen en anderzijds de indolente of laaggradige lymfomen. Bij de agressieve lymfomen is het type voorbeeld het diffuus grootcellig B-cel lymfoom. Bij de indolente lymfomen is daar het folliculair lymfoom een voorbeeld van. Wat is het verschil bij de agressieve lymfomen? Is quasi onmiddellijke behandeling vereist. En bij zo'n indolent lymfoom kan er eigenlijk afgewacht worden met behandeling tot er duidelijke symptomen zijn of de ziekte te uitgebreid aanwezig is. Hoe ontstaat een lymfoom? Ook dat hebben we daarnet mooi gezien al. Een lymfoom ontstaat meestal vanuit een lymfeklier waar die lymfocyten aanwezig zijn. En de lymfocyten, dat zijn dus inderdaad de verdediging, een van de soort van verdedigingscellen in ons lichaam. En die gaan geleidelijk aan gaan uitrijpen van een jonge lymfocyt naar een volwassen lymfocyt. Rechtsonder zie je dat, waarbij dat die volwassen lymfocyt zijn functie als verdedigingscel kan gaan uitoefenen. En afhankelijk van het moment waar het verkeerd gaat in dat uitrijpingsproces, krijg je een ander soort lymfoom. En bij zo'n folliculair lymfoom gaat het mis met de B-cel die zich in het centrum van dat proces bevindt, in het germinatief centrum. Daar ontaart de cel en zo krijgen we een folliculair lymfoom. De naam folliculair komt eigenlijk van het beeld dat de patholoog heeft van de lymfeklier. Als die een abnormale lymfeklier in stukjes snijdt, zie je dat er verschillende ronde afgekapselde zones aanwezig zijn. Dat noemen we de follicles, vandaar folliculair lymfoom. Als we op genetisch niveau gaan kijken naar het ontstaan van het folliculair lymfoom, dan is dat eigenlijk een proces dat in verschillende stappen ontstaat. Bijna alle kankers ontstaan eigenlijk door een foutje in het genetisch materiaal van die kankercel. En dat is meestal niet één foutje, dat is een opeenstapeling van verschillende foutjes.
En bij het folliculair lymfoom heb je in de meeste gevallen één typische afwijking. Een afwijking die ervoor zorgt dat het BCL2-eiwit in te grote mate aangemaakt wordt. En dat BCL2 of B-cel lymphoma 2-eiwit, dat zorgt er eigenlijk voor dat de kankercel zichzelf niet kan uitschakelen. Dus voorkomt, zoals we dat noemen, de geprogrammeerde celdood of de apoptose. Op genetisch niveau wordt dat dan meestal veroorzaakt door eigenlijk een uitwisseling tussen twee verschillende chromosomen. Tussen chromosoom 14 en chromosoom 18. Het chromosoom 14 bevat dat, chromosoom 18 excuseer, bevat dat BCL2-eiwitje. En door het ene gen voor het andere te zetten, wordt dat BCL2-eiwit in te grote mate aangemaakt, waardoor dat die folliculaire lymfoomcel zich niet zelf kan uitschakelen en maar blijft groeien en voordeel krijgt ten opzichte van de normale lymfeklierscellen. Dat is dus op genetisch niveau hoe zo'n lymfoom kan gaan ontstaan. Bij een folliculair lymfoom gaat de patholoog, degene die de lymfeklier onder de microscoop dus onderzoekt, er ook een gradatie op gaan plakken. En die gradatie wordt bepaald op basis van hoeveel centroblasten er onder de microscoop teruggevonden worden. De centroblasten zijn eigenlijk de grote, onrustige cellen. En hoe meer centroblasten er aanwezig zijn, dus hoe agressiever dat lymfoom is. En bij een graad 1 op de linkerfoto zie je eigenlijk veel donkere cellen. Dat zijn de centrocyten. Dat gaat om een graad 1 folliculair lymfoom. Op de middelste foto zijn er al een stuk meer centroblasten. Dat zijn de grotere, onrustigere cellen. En op de rechterfoto zie je maar heel weinig van die centrocyten, dus van die minder agressieve cellen terug. En dan noemen we dat een graad 3. En zo ga je gaan onderverdelen tussen graad 1, 2, 3. En graad 3 wordt dan nog eens onderverdeeld in 3a en 3b. En een folliculair lymfoom graad 3b wordt dan eigenlijk beschouwd als een overgang al naar een agressiever lymfoom, als een diffuus grootcellig B-cel lymfoom. Dat gaan we dan ook al dus gaan behandelen, zo'n graad 3b, als een diffuus grootcellig B-cel lymfoom. De kliniek van een lymfoom. Van een folliculair lymfoom is de gemiddelde leeftijd bij diagnose ongeveer 59 jaar, dus ongeveer 60 jaar. Het komt iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. En er zijn ongeveer 400 nieuwe diagnoses per jaar in België. Bij diagnose gaan we meestal klierzwelling gaan terugvinden. Dat kan in extreme vormen aanwezig zijn, zoals de man met de forse halsklieren of de aanwezigheid van heel belangrijke okselklieren. Er kan ook aantasting van de milt zijn, met zwelling van de milt. Er kan aantasting zijn in het beenmerg en ook in het bloed kunnen er lymfoomcellen aanwezig zijn. En bij de diagnose gaan de meeste patiënten in een gevorderd stadium zich bevinden. En hoe komt dat? Dat komt omdat een folliculair lymfoom een traag groeiend lymfoom is, dat niet zoveel symptomen geeft, niet zoveel B-symptomen, en in die zin ook meestal pas laat gediagnosticeerd wordt. En het soms zelfs als een asymptomatische vondst kan zijn. Dus het kan eigenlijk vastgesteld worden
bij onderzoeken voor een ander probleem. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een scanner laten uitvoeren omwille van een niersteen of een andere buikpijnproblematiek. En dan bij toeval een abnormale klieren die vastgesteld worden op het scanonderzoek. Zoals dat je hier bijvoorbeeld rechtsonders ziet op die CT-scan. Op die CT-scan rechtsonder zie je dat ik weet niet of ik dat... Ja, ik denk dat ik dat hier zo mee kan. Hier zie je eigenlijk de lymfoommassa die de nier aan de linkerkant aan het wegduwen is. Maar dat kan heel lang duren vooraleer dat dat aan het licht komt bij een folliculair lymfoom. En eens het lymfoom in acceleratie gaat, dan kunnen we die B-symptomen hebben zoals we daarnet gehoord hebben van koorts, nachtzweten en vermagering. De onderzoeken die nodig zijn om een folliculair lymfoom goed in kaart te brengen. Natuurlijk gaan we de mensen goed gaan onderzoeken, gaan we overal gaan voelen waar er klieren aanwezig zijn, gaan we de mensen goed gaan ondervragen om te weten of dat er andere aandoeningen zijn in het verleden, welke medicatie dat ze nemen. En er gebeurt een uitgebreid bloedonderzoek. Zoals we daarnet hoorden, het LDH is zo'n belangrijke test, omdat dat kan wijzen op hoe snel een lymfoom aan het groeien is. En we gaan ook een aantal virustesten gaan doen, waaronder HIV gaan we testen, omdat lymfoom frequenter voorkomt bij patiënten met HIV en dat dan ook wel een aparte behandeling vergt. En ook al dan niet de aanwezigheid van eventueel hepatitis B of C. Sommige mensen zijn drager bijvoorbeeld van het hepatitis B-virus. En als we met onze immuunonderdrukkende behandeling gaan werken, dan kan zo'n hepatitis virus opnieuw gaan opflakkeren. Om de diagnose definitief te stellen, hebben we een klierbiopsie nodig. Dat kan een punctie zijn, maar bij voorkeur gaan we een volledige klier gaan wegnemen. En we gaan met scanners gaan kijken waar het lymfoom zich overal bevindt. Bij voorkeur dan zo'n PET-CT-scan gaan doen. Een beenmergonderzoek is in veel gevallen ook aangewezen. En rechtsonder zie je dan hoe dat juist in zijn werk gaat. De patiënt ligt in zijlig en wordt onder plaatselijke verdoving aangeprikt ter hoogte van de bekkenkam, waarbij er wat losse beenmergcellen en ook een cilindertje bot weggenomen wordt. En om te weten of de chemotherapie vlot zal toegediend kunnen worden, hebben we dikwijls ook een echografie van het hart nodig. Zeker wanneer dat we een bepaald soort chemotherapie, de anthracyclines, willen gaan geven, omdat dat ook op de hartfunctie effect kan hebben. Eens dat we al die onderzoeken hebben, kunnen we het stadium van het lymfoom gaan bepalen en dan kunnen we onderverdelen in stadium 1, 2, 3 of 4. Bij stadium 1 hebben we één klierzone die aangetast is. Bij stadium 2 hebben we meer dan één klierzone, maar aan één kant van het diafragma. Bij stadium diafragma of het middenrif, dus in de borstkasholte of in de buik holt alleen maar. Bij het stadium 3 hebben we zowel boven als onder het middenrif abnormale klieren. En bij het stadium 4 is er naast klieraantasting ook orgaanaantasting. Bijvoorbeeld ter hoogte van de lever of invasie ter hoogte van het beenmerg. En ook hier hebben we, zoals bij het diffuus grootcellig B-cellymfoom, dan een prognostische score die we eraan kunnen vasthangen. Bij het diffuus grootcellig B-cellymfoom noemde dat de IPI-score. Hier noemen we dat de FLIPI-score, dus de Folliculair Lymphoom International Prognostic Index. En die prognostische score gaan we gaan opstellen op basis van leeftijd,
ouder of jonger dan 60 jaar, op basis van stadium, waarbij stadium 1, 2 ten opzichte van stadium 3, 4 bekeken wordt, op basis van stijging van het LDH, wat een marker is voor snellere groei van het lymfoom, op basis van de aan- of afwezigheid van bloedarmoede. Het hemoglobine is het eiwit dat in de rode bloedcellen zit. En op basis van het aantal aangetaste klierregio's. En dus we gaan kijken hoeveel van die risicofactoren zijn aanwezig. Heb je geen of één risicofactor, zit je in de laag risicogroep. Bij twee risicofactoren intermediair risicogroep. En bij 3 tot 5 risicofactoren in de hoge risicogroep. En deze score bepaalt ook wat mee de kansen op overleving. Een voorbeeld van een patiënt met een folliculair lymfoom wil ik nu eventjes aanhalen. En dat is een voorbeeld van een man van 55 jaar die in de voorgeschiedenis enkel maar verhoogde bloeddruk heeft. En die bij toeval vaststelt dat er een knobbel in zijn linkerlies aanwezig is. En dat blijkt een knobbel te zijn van 2-3 centimeter groot. En bij onderzoek vinden we eigenlijk geen andere klierzwellingen terug. En dus zoals we daarnet gezien hebben, gaan we dan een aantal onderzoeken in gang zetten, waaronder een bloedonderzoek. We gaan de bloedcellen gaan bekijken, die blijken volledig normaal te zijn. Die LDH-factor is ook normaal. En er wordt een scanner uitgevoerd, omdat het al een verdacht beeld is voor lymfoom. Wordt er een scanner uitgevoerd. En op dat scanonderzoek wordt er naast klieren ter hoogte van de lies, dat is hier die grijze zone naast de blaas, donkergrijze zone naast de blaas, dat zijn die abnormale lymfeklieren. Hier worden klieren gezien, maar dan ook heel zwakjes ter hoogte van de oksel links en nog zwakker ter hoogte van het mediastinum, de klieren die zich tussen de beide longen bevinden. En dus op basis van dat onderzoek kunnen wij eigenlijk besluiten dat dat hier gaat om een stadium 3 folliculair lymfoom. Natuurlijk hadden we nog een klierbiopsie gedaan en inderdaad, op die klierbiopsie wordt er gezien dat het een folliculair lymfoom betreft en op basis van onze gradatie waarbij de patoloog zijn oordeel geeft, gaat het om een graad 1. Met de Flippy-score blijkt het een laag risico te betreffen. En er wordt beslist om hier in het begin een afwachtend beleid aan te houden. En die patiënt wordt om de 3 maanden opgevolgd via de raadpleging, wordt een bloedonderzoek gedaan, krijgt een klinisch onderzoek, wordt gekeken of die klieren niet toenemen. En na een tijd gaan we wel ook even een nieuwe scanner gaan doen om te zien of dat er ook geen verrassende klieren bijkomen achteraan in de buik of tussen beide longen, dat die ook niet te hard aan het groeien zijn. Nu, na een tweetal jaar blijkt dat de liesklier te snel aan het toenemen is en dat er ook klieren ontstaan in de hals en dat de patiënt ook klachten heeft van vermagering. En dus eens dat de patiënt symptomatisch wordt en tekens heeft van duidelijke toename van die klieren, wordt er beslist, nu moeten we gaan behandelen. En hier wordt dan gestart met behandeling met chemo-immunotherapie, de R-CHOP-behandeling, zoals we daarnet ook al gehoord hebben. En dan komen we bij de behandeling, bij de eerste behandeling, in eerste lijn, zoals we dat noemen, bij de patiënten, waarbij dat we bij het folliculair lymfoom een onderscheid gaan maken bij, voor behandeling van patiënten in stadium 1 en 2.
waarbij de klierregio's bij stadium 2, de aangetaste klierregio's, zich dicht bij elkaar bevinden. In zo'n geval komt het lymfoom dus gelokaliseerd voor en is er een mogelijkheid om aan de hand van bestralingsbehandeling, radiotherapie, een langdurige remissie of zelfs genezing te gaan bekomen. De kansgenezing is ongeveer 40% met zo'n involved field. Men bedoelt dan dat het veld van aangetaste, de regio van aangetaste klieren volledig bestraald wordt. Dan is er ongeveer 40% kans op genezing. Hoe dikwijls wordt er dan bestraald? Met de tijd is de dosis van bestraling wat afgenomen, omdat gebleken is dat met een lagere dosis een even goed resultaat bekomen wordt, met minder risico op nevenwerking op termijn. Meestal wordt er nu 12 keer bestraald, 12 keer een dosis van 2 gray, zoals de radiotherapeuten dat dan doen. Dus dat is eigenlijk de standaard. In studieverband wordt ook bekeken of dat je naast die bestraling te gaan toedienen, ook geen voordeel kunt hebben met ook nog rituximab erbij te gaan voegen, de monoclonale antistof, zoals daarnet ook vernoemd. Bij een gevorderd stadium is de aanpak een beetje anders, dus bij een stadium 3 of 4. Bij die patiënten moet er eigenlijk niet onmiddellijk behandeld worden in een aantal gevallen. En we gaan dat vooral gaan uitmaken op basis van de zelfcriteria. Zelf, dat zijn eigenlijk de criteria van de Franse lymfoonorganisatie. En rechts op de slide zie je de verschillende zelfcriteria op basis waarvan dat we beslissen dat er een behandeling nodig is. En die criteria zijn de volgende. Ofwel is er een kliermassa van meer dan 7 centimeter aanwezig. Ofwel zijn er 3 verschillende klierregio's van meer dan 3 centimeter aanwezig. De aanwezigheid van B-symptomen is ook een reden om te gaan behandelen. Een heel grote mild, of splenomegalie, zo noemen we dat. Een heel grote mild die tot aan de navel reikt, kan een reden zijn om te gaan behandelen. De aanwezigheid van vocht, pleuravocht, dan bedoelen we vocht in de borstkasholte of in de buikholte. De ascites kan een reden zijn. De aanwezigheid van lymfooncellen in het bloed, de zogenaamde leukemische fase. Het feit dat er bloedarmoede, tekort aan rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes ontstaat, kan een reden zijn om te behandelen. Of wanneer zo'n lymfoom tegen bijvoorbeeld de urineleider of de darm drukt, waardoor dat er daar problemen ontstaan. Dus van zodra er duidelijke klachten zijn of gevaar, kans, risico op problemen, dan gaan we uiteraard gaan behandelen. Maar als die er eigenlijk niet zijn, wordt er nogal eens gezegd van een afwachtende houding aan te nemen. We noemen dat de zogenaamde watch-and-wait-houding. Bij zo'n watch-and-wait-houding gaat uiteindelijk wel de meeste patiënten na een vijftal jaar behandeling nodig hebben. Maar het is zo dat je eigenlijk niets verliest met af te wachten met behandeling. De overleving op lange termijn dus is niet beter met vroeg te gaan behandelen. En er is toch nog altijd een percentage aan patiënten met folliculair lymfoom in gevorderd stadium dat zelf eigenlijk nooit behandeling nodig heeft. Vandaar gaan we meestal de voorkeur gaan geven om te zeggen we wachten af met behandeling. Nu, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt toch een aantal patiënten die met de diagnose van folliculair lymfoom zitten en die dat toch niet kunnen loslaten. Dat daar iets in hun lichaam aanwezig is
dat mogelijk kan groeien in de toekomst, iets vreemd aanwezig is en die er toch niet mee overweg kunnen dat er niets gedaan wordt. En dan wordt er toch soms beslist om alleen de immuuntherapie, de rituximab, monotherapie te gaan geven, waarbij dat, dat meestal ook wel een goed resultaat geeft. En waarbij dat na bijvoorbeeld 3 jaar na behandeling met zo'n rituximab er bij de meeste patiënten, in meer dan 80% van de patiënten, geen extra chemotherapie nodig is. Maar opnieuw, op lange termijn geeft het eigenlijk geen verbetering van overleving en kun je ook wachten met behandeling. Ik denk dat ik dit hier kan overslaan. Sylvia heeft dat daarnet heel duidelijk uitgelegd. De monoclonale antistof tegen het CD20 is ook bij folliculair lymfoom echt een basisproduct dat we gaan gebruiken. De nevenwerkingen van zo'n immuuntherapie zijn vooral de eerste keer dat toegediend wordt, kan er een soort infusiereactie optreden, waarbij er koorts, rillingen, kortademigheid kan optreden. Maar dat kunnen we meestal oplossen met het infuus eventjes te stoppen, daarna traagjes terug te herstarten, iets van medicatie te geven. En bij de volgende toedieningen komt dat normaal gezien niet meer voor. En we weten ook dat zo'n rituximab de B-normale B-lymfocyten ook zal gaan onderdrukken, waardoor onze immuniteit ook kan verminderd worden. Het werkingsmechanisme, ja. Ik zal daar denk ik ook over gaan, want dat hebben we daarnet goed gezien. En eens er dan behandeling nodig is bij een stadium 3 en 4, dan gaan we onze behandeling een beetje gaan laten afhangen op basis van de fitheid, van de leeftijd van de patiënt. Als het kan, gaan we ook hier gaan behandelen met het R-CHOP-schema, waarbij dat we 6 maal een schema om de 3 weken gaan geven met chemo-immuuntherapie. En zo'n R-CHOP-schema gaan we zeker gaan toedienen wanneer we vermoeden dat er ook tekens zijn van evolutie naar een agressiever type lymfoom. Wanneer patiënten minder fit zijn en met een laaggradig type folliculair lymfoom zitten, dan kan er eventueel gezegd worden, we gaan die adriamycine, het product dat het schema toch wat zwaarder maakt, eruit gaan halen. En kunnen we RCVP gaan geven en kan ook het resultaat geven, maar geeft iets sneller risico op herval. En wanneer patiënten echt te zwak zijn, gaan we soms ons gaan beperken tot de rituximab, alleen al dan niet met een licht chemotherapieproduct in pilvorm erbij. En dat is wat verschillend ten opzichte van het diffuus grootcellig B-cellymfoom. Bij de meeste patiënten die chemo-immuuntherapie met R-CHOP of RCVP krijgen gedurende 6 maand, gaan we gaan aanraden om ook nadien een soort van onderhoudsbehandeling te gaan krijgen. Een onderhoudsbehandeling waarbij dat we de immuuntherapie, de rituximab, om de 2 maanden gedurende 2 jaar gaan toedienen. En dat dat een duidelijk voordeel heeft opgeleverd, is duidelijk geworden uit de PRIMA-studie, waarbij de mediane tijd, mediane progressievrije overleving, dus de tijd waarbij er geen tekens zijn dat de ziekte opnieuw tekens van toeneemt, mediale progressievrije overleving wordt verlengd van 4 naar 10 jaar daarmee, met gedurende 2 jaar, dus om de 2 maanden rituximab te krijgen. Dus vroeger was dat sowieso een vanzelfsprekendheid om dat aan iedereen aan te raden.
in COVID-tijden is dat een beetje anders. Hè? Zoals dat je ondertussen al weet, onderdrukt dat de B-lymfocyten, onderdrukt dus ook de antistofvorming tegen het COVID-virus, zodanig dat het eigenlijk toch niet meer zonder risico is om die behandeling gedurende 2 jaar te gaan krijgen. Is de behandeling afgerond is, gaan we de patiënten toch nauwgezet gaan opvolgen. Bij zo'n folliculair lymfoom en ook bij de andere indolent lymfomen weten we dat de kans op herval heel groot is. En gaan we er eigenlijk vanuit dat het sowieso op een bepaald moment eens zal terugkeren. En we gaan daarvoor de patiënten frequent gaan opvolgen. Daarom niet met regelmatig scanners na het einde van de behandeling, maar wel om de 3 maanden in het begin de patiënt laten langskomen op de raadpleging voor een bloedonderzoek en een klinisch onderzoek. De PET-CT-scanners gaan we wel gaan doen tijdens onze behandeling en net na de behandeling om te zien of alles verdwenen is na onze behandeling. Maar in de opvolging nadien gaan we dat niet meer gaan doen. En waarom niet? Omdat eigenlijk gebleken is dat dat niet zoveel voordeel, dat dat eigenlijk geen voordeel oplevert. En het is zo dat met zo'n PET-scan te gaan doen om de 6 maanden gedurende vele jaren, werden er soms dingen gezien die achteraf bekeken niet van betekenis waren en dus vals positief bleken te zijn. En zo'n vals positief aantekenende klier kan ertoe leiden dat patiënten vele onderzoeken moeten ondergaan, dat er nieuwe biopsies moeten genomen worden en opnieuw tot problemen kan gaan leiden. Dus is er beslist in de internationale lymfoomgroep om dat eigenlijk niet systematisch te gaan. De meeste patiënten met folliculair lymfoom vervallen. En vooraleer dat we een nieuwe behandeling gaan geven, verkiezen we om ook een nieuwe biopsie te gaan doen. En dan gaan we eigenlijk op basis van de PET-scan gaan zien welke klier tekent het hardst aan op de PET-scan. En gaan we die proberen te gaan biopsieën. Waarom de hardst aantekenende klier? Omdat dat de klier is die het meest kans heeft om ook tekens van agressievere transformatie te tonen. En agressievere transformatie wil ook zeggen eigenlijk een ander type behandeling. Bij herval kunnen we opnieuw diezelfde criteria gaan gebruiken. En dus niet iedereen heeft direct behandeling nodig. En het type behandeling gaan we ook hier gaan kijken. Hoe fit is de patiënt? Wat was de eerste behandeling die gegeven is? En als bij de eerste behandeling al chop gegeven is en binnen de 2 jaar hervalt de patiënt, gaan we diezelfde behandeling niet gaan herhalen, want dat heeft dan geen zin. En bepalend ook is of dat de patiënt vroeg of laat hervalt. Bij vroeg herval spreken we van progression of disease binnen de 24 maanden of POT 24. En dat is toch een prognostisch slechte factor. Bij mensen die binnen de 24 maanden hervallen, weten we dat we toch ook agressiever tegen de ziekte moeten ingaan. En dat is het geval bij ongeveer 1 op 5 van de patiënten met folliculair lymfoom. De moeilijkheid is dat we eigenlijk niet van voor de behandeling kunnen gaan zeggen wie loopt er nu eigenlijk risico om zo'n POT 24 patiënt te zijn. Welke behandelingsmogelijkheden zijn er bij herval? En ik ga een aantal slides kunnen overslaan hierbij hoor, want Sylvia heeft al verschillende dingen aangehaald. Wat er toch eigen is aan het folliculair lymfoom, is dat we een product, een chemoproduct, bendamustine, hebben dat heel werkzaam is bij lymfomen.
ook bij grootcellige lymfomen, maar nog wat beter bij de laaggradige of indolente lymfomen. En dus gaan we meestal bendamustine gaan gebruiken, als de patiënten dat toch nog niet in eerste lijn gehad hebben. En bendamustine kunnen we gaan associëren een andere monoclonale antistof tegen dat CD20-antennetje, en dat is obinutuzumab, of merknaam Gazivaro. En die obinutuzumab is eigenlijk een verbeterde versie van de rituximab. Nu, het is zo dat obinutuzumab in België terugbetaald is bij mensen die snel hervallen na rituximab of refractair zijn na rituximab. En het is gebleken dat die obinutuzumab, als je dat aan de bendamustine toevoegt, dat dat een duidelijke verbetering geeft qua overleving. En dat zie je op de curve rechtsonder. Wanneer we niet de mogelijkheid hebben om obinutuzumab te gaan geven, dan gaan we rituximab gaan geven samen met bendamustine. En die behandeling wordt dan om de 3 à 4 weken gegeven, ook een zestal keer. Dus opnieuw een zestal maanden. En opnieuw, als het kan, gaan we proberen onderhoudsbehandeling te gaan geven gedurende een tweetal jaar. Wanneer patiënten jong en fit zijn en het folliculair lymfoom lijkt agressiever van aard te zijn, bijvoorbeeld een herval binnen de 2 jaar na de eerste behandeling, dan gaan we toch frequent ook een intensieve chemo gaan aanraden met een autologe stamceltransplantatie eens de ziekte terug in remissie is. En blijkt het dan nadien toch nog snel terug te keren, gaan we zelfs ook soms gaan denken aan een allogene stamceltransplantatie. En dan spreken we eigenlijk over stamcellen van een vreemde donor die toegediend worden. En dan wordt gebruik gemaakt van de allogene stamcellen, dat noemen we de graft, die tegen het lymfoom gaat vechten. Idelalisib is nog een andere mogelijkheid dat we kunnen gaan geven. Dat is een pilletje dat gegeven wordt bij tweede herval van het lymfoom. En dat grijpt echt in intracellulair op de lymfoomcellen. Dat is een ingewikkeld mechanisme van het ene eiwit die het andere eiwit in gang zet en uiteindelijk een groei veroorzaakt, of een stimulatie veroorzaakt ter hoogte van de celkern om te gaan groeien. En die idelalisib gaat een van die eiwitten gaan onderdrukken. Het PI3K-eiwit wordt door idelalisib onderdrukt. Het geeft wel enkele specifieke nevenwerkingen. Het kan een soort longontsteking gaan geven. Het kan diarree door darmontsteking gaan geven. En het kan ook leverontsteking gaan geven. Dus niet allemaal zonder risico. Ik denk niet, en dat Sylvia het daarover gehad heeft, de radio-immunotherapie. We hebben gezien dat je zo'n antistof kunt gaan verbinden met een chemotherapie-productje. Maar je kunt er ook eigenlijk een bestralend productje aan vasthangen. En dat kan gebruikt worden bij folliculair lymfoom. Dus je hebt de CD20-antistof waar een radioactief product wordt aan vastgehecht. Dat hecht zich vast aan de lymfoomcel. En door zich vast te hechten aan de lymfoomcel heb je eigenlijk heel lokale bestraling die toegediend wordt. En in tegenstelling tot zo uitwendige bestraling, dat je maar één zone kunt gaan bestralen, kun je met zo'n product dat je inspuit, met een bestralingsproductie dat vastzit aan zo'n monoclonale antistof, verspreid op alle plaatsen in het lichaam gaan bestralen.
Lenalidomide is een andere pil die kan gebruikt worden bij de behandeling van lymfomen. Lenalidomide of Revlimid kennen wij als hematologen heel goed voor de behandeling van ziekte van Kaler of multiple myeloom. Maar het blijkt ook heel werkzaam te zijn bij lymfomen, al is dit nog niet terugbetaald. Het werkt immuunmodulerend en het wordt dan ook toegediend worden samen met rituximab. Maar ook hier lijken de studies toch veelbelovende resultaten te tonen. Ik denk dat ik eigenlijk hier grotendeels over kan gaan. Ik heb de uitleg van dokter Snowaert zelf niet gehoord omwille van mijn internetproblemen. Maar ik denk dat zij dat heel goed zal uitgelegd hebben hoe CAR-T-cellen werken. En dat dat ook bij folliculair lymfoom bestudeerd wordt, waarbij de CAR-T-cel ontwikkeld is om tegen CD19 te gaan werken. En als dat vergeleken wordt met een groep patiënten die die CAR-T-cellen in het verleden niet kreeg, dan lijkt dat toch duidelijke voordeel op te leveren. Dus ook dat zit er mogelijk aan te komen in de toekomst voor de patiënten in België. Maar ook hier is het wachten op definitieve resultaten van studies en dan ook terugbetalen. De bispecifieke antistoffen, de bispecifieke T-cell engagers of BiTEs, blijken ook werkzaam te zijn bij folliculair lymfoom. De moeilijke namen glofitamab en mosunetuzumab zijn al bestudeerd hierbij. En aan de hand van zo'n BiTE wordt de T-cel dichter gebracht bij de tumorcel en kan zo de tumorcel uitgeschakeld worden. Een groot voordeel van zo'n BiTE is dat het sneller kan toegediend worden dan die CAR-T-cellen, waarbij je toch tot een maand tijd nodig hebt om die T-cellen te gaan ontwikkelen, waarbij dat eigenlijk van off the shelf kan genomen worden, van het schap kan gehaald worden in de apotheek om te gaan toedienen bij de patiënt. En dan kom ik bij de laatste slides. Dat is al aangehaald in het praatje van dokter Snowaert en bij de vragen ook aangehaald geweest. We weten dat bij lymfoompatiënten de immuniteit onderdrukt is en dat door de onderdrukte immuniteit dat er ook minder respons is op vaccinatie. Dat komt enerzijds door het lymfoom zelf, maar anderzijds ook door onze behandeling, door de chemotherapie en door die specifieke monoclonale antistoffen. En het is heel belangrijk om, om gevaccineerd te worden. En de vaccinaties die aangeraden worden, zijn jaarlijks griepvaccin. Daarnaast vaccinatie tegen een specifieke vorm van ernstige longontsteking of pneumokokken. En bij zo'n pneumokokkenvaccinatie worden eigenlijk twee vaccinaties aangeraden. Enerzijds het geconjugeerd vaccin Prevenar, dat eenmalig toegediend wordt. En dan tenminste twee maanden later Pneumovax 23, waarbij dat die Pneumovax 23 dan om de vijf jaar herhaald moet worden. En uiteraard, hot topic, COVID-vaccinatie. En bij COVID-vaccinatie hebben alle patiënten, en uiteindelijk heeft men beslist ook de hele bevolking, baat bij uiteraard twee basisvaccins en een regelmatige en een booster die wellicht in de toekomst nog zal moeten herhaald worden. En hier zijn alle patiënten met folliculair lymfoom en bij uitbreiding lymfoom als hoog risico te beschouwen. We weten dat de immuniteit onderdrukt wordt door onze behandeling, maar toch wordt inderdaad aangeraden om te gaan vaccineren, niet tegenstaande dat we weten dat het antwoord op vaccinatie dikwijls beperkt is. En er komen toch meer en meer
studiegegevens over patiënten die met rituximab behandeld worden. De meeste van die studies betreffen dan eigenlijk patiënten met reuma-aandoeningen, want rituximab wordt ook gebruikt bij reuma-aandoening. En rituximab kan gemiddeld ongeveer 6 maanden die B-cellen gaan onderdrukken. En als er vaccinatie toegediend wordt aan rituximab-patiënten, dan zien we dat, en dat zijn de patiënten hier rechts, dan zien we dat het respons op het vaccin bij rituximab-patiënten toch veel lager is dan bij patiënten die dan bij gezonde mensen die gevaccineerd worden. En dat er eigenlijk antistoffen alleen maar gezien worden wanneer er al een recuperatie is van die B-cellen. Bij de patiënten die nog geen recuperatie hebben van B-cellen, zie je eigenlijk geen antistoffen verschijnen. Wil dat zeggen dat er totaal geen bescherming is tegen het vaccin? Dat blijkt toch eigenlijk ook niet zo te zijn. Zoals we daarnet hoorden, heb je naast de B-cellen ook de T-cellen die belangrijk zijn voor de immuniteit. En die T-cellen kunnen wel gestimuleerd worden door het vaccin. Alleen is het niet goed meetbaar in het bloed hoe actief dat die T-cellen geworden zijn tegen het tegen COVID. En dan kom ik tot mijn laatste slide. We weten op basis van hetgeen dat we gezien hebben dat een speculair lymfoom een indolent B-cel non-Hodgkin lymfoom is, trager groeiend, niet onmiddellijk behandeling nodig heeft in geval van een stadium 3 en 4. Maar bij een stadium 1 en 2 proberen we meestal wel direct te gaan behandelen, omdat er daar een kans is op genezing. En dat gaan we dan gaan doen aan de hand van radiotherapie. Bij een stadium 3 of 4, met symptomen, met zelfcriterium, gaan we chemotherapie met immuuntherapie gaan aanraden. En onderhoud met immuuntherapie, rituximab. En in geval van herval zijn er toch meerdere opties. En zijn er ook nog altijd nieuwe opties onderweg, gelukkig. En hiermee ben ik op het einde gekomen van mijn praatje. Ik hoop dat de klank het gehouden heeft. Zeker en vast, zeker en vast. En ook een heel leuke lezing. En het is toch altijd leuk om te merken dat de toekomst ziet er goed uit. Hè? Er is een en ander opkomst voor de verschillende behandelingen die we hebben voorgesteld. We zijn wat over tijd aan het gaan en ik heb even met Elke ook al bekeken. We gaan niet de vragen allemaal kunnen overlopen, maar daar gaat wel iets mee gebeuren. We gaan die niet zomaar wegdoen. Maar er is toch één punt dat ik toch even aan u wil voorleggen. De vierde golf, corona. Hè? We kunnen er niet naast kijken. We hebben hier al iemand gehad die zegt van ik voel me een beetje angstig. Andere vraag die soms opkomt van moeten we behandelingen uitstellen? Moet ik vermijden in het ziekenhuis te gaan? Wat is eigenlijk uw raadgeving? Wat is uw besluit? Hoe kijkt u nu aan voor uw patiënt? Wat is het advies dat jij geeft aan uw patiënten in deze moeilijke periode? Ja, uiteraard voorzichtigheid. Hè. En zeker tijdens de actieve chemotherapiebehandeling uiterste voorzichtigheid. Maar daar is het opnieuw een beetje een evenwicht zoeken tussen de isolatie, de sociale isolatie die je kunt hebben door je te veel af te sluiten. En anderzijds de veiligheid, het niet oplopen van het virus. Maar ik denk zeker tijdens de actieve chemotherapiebehandeling, voorzichtigheid, probeer de contact te beperken tot de mensen die het nauwst bij u staan, maar laat maar iemand anders de boodschappen gaan doen. En gelukkig, de fuiven zijn toch allemaal geannuleerd, daar moeten we al niet meer naartoe gaan. Ja.
Ja, ja, ja. Dat is een heel duidelijk advies en ik zie dokter Snauwaard instemmend meeknikken. Er zijn heel wat vragen. Ik zei het nog eens, ik herhaal het nog eens. We gaan die niet kunnen beantwoorden. We zijn wat over tijd gegaan omwille van technische problemen. Maar er komen vragen rond die CAR-T, er komen vragen over ook is het genetisch bepaald? Er komen ook vragen van wat betekent deze test, wat betekent deze test? Er komen ook vragen niet alleen uit Vlaanderen, er komen ook vragen uit Nederland. Maar wat we met de mensen van LVV hebben afgesproken, is dat die vragen worden opgepikt en dat daar mensen gaan daar antwoord op krijgen. Dat zal voor later zijn, zal niet voor nu zijn, want we zitten wat over tijd. Onze excuses daarvoor. Maar in elk geval... Er staat me één ding nog te doen. Dat is onze twee fantastische sprekers die tijd hebben vrijgemaakt om vandaag in een voormiddag wat tijd vermaken om mensen goed te informeren. En dat hebben jullie goed gedaan. Een heel positieve boodschap hebben jullie gegeven, ook naar therapie, maar ook een realistisch advies van wat we nu moeten doen tijdens onze vierde golf. Wens me u, bovenal alle mensen die aan het kijken zijn, er waren ruim boven de 100 mensen ingeschreven, heel wat mensen zijn gepasseerd, heel wat mensen hebben reacties gedaan. Voilà, Doreen zegt aan de beide artsen, hartelijk bedankt, ze heeft het geapprecieerd wat jullie hebben uitgelegd. Ook ik denk dat. Dus heel hartelijk bedankt aan onze twee sprekers, maar bovenal alle mensen die hier en nu hebben gekeken. Leuk dat je erbij was. Leuk dat je zo actief hebt meegewerkt. Leuk ook dat jullie de tips hebben gegeven van moest je nu eens de gsm onder de micro leggen, dan kunnen we dokter Maartens ook goed horen. En dat heeft het inderdaad gedaan. Zonder jullie praktische tips was het misschien ook allemaal niet gelukt. Heel hartelijk bedankt en wees veilig de komende periode. Houd voorzichtig, maar sluit u ook niet op. Er is ook geen reden om angstig te zijn, hebben we van onze twee specialisten gehoord. In elk geval, ik kijk naar buiten, naar het raam. Het is nog mooi weer. Profiteer ervan en tot een volgende keer. Dag, prettig weekend.